Hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, hallo, ja, ja. Hallo. Hallo. Ja. Zijn we weer. Goedenavond allemaal. Hey. En welkom bij Twitch Talkshow nummer 86 alweer. Godsamme. 86. En, ja, het, is echt, het begint op te tellen. Ze zijn onderweg naar de 100. Het duurt nog wel even, maar dan moeten we wel iets bijzonders doen, denk ik. En formule nog steeds hetzelfde. Allemaal streamers gezellig bij elkaar. En we hebben het over van alles en nog wat. En de Twitch-scene is een beetje onze rode draad. En dat komt goed uit in een week als deze. Want er is van alles en nog wat te bespreken op Twitch-gebied. Dus ik stel jullie voor aan de cast van deze week. Morrog, Jill, Mattia, Fems, Lisa, Snoeterpoeder en CJ'sem, a.k.a. Shores. Welkom allemaal. En, thanks. Ja, dank je. Ja. Oh ja, nog even. Iedereen is even belangrijk. Hè? Je mag elkaar in de reden vallen. Als je zelf een onderwerpje wil aandragen, mag dat ook. Als het echt uit de hand loopt, dan hoor je mij wel. Maar hoe was de week? / hebben we nog wat bijzonders meegemaakt? Ja, mijn week heeft maar om één ding gedraaid eigenlijk. Je zou bijna zeggen dat je er een dat je het moest presenteren. Ja, echt hoor. Ja. Het Songfestival natuurlijk. Ik denk dat het, zeg maar, de vraag is wie er meer tijd aan kwijt was. Fems of Chantal Jansen? Een van de twee, zeg maar. Nee, ja, ik volg daar eigenlijk al een jaar of 10 of zo. Dus ja, ik vind het altijd heel leuk om ook de aanloop naar het Songfestival zelf te volgen. Dus ja, was erg leuk. En een goede editie natuurlijk. Ja, maar... Ja, ik hoor... Sorry. Oh, sorry. Nee, ga maar eerst. Nee, doe je ding. Nee, want ik heb het gevoel dat Eurovisie misschien nog een apart dingetje wordt. Anders gaan we daar nu al heel erg in duiken, ja, of niet? Ja, daarom. Ik denk dat ook wel. Dus, ja, dat is goed. Het is de man van de agenda's. Ja, precies. Agenda punt komt later. Ja, dat is goed. Oké, dan parkeren we het Songfestival nog even. Andere dingen nog die jullie hebben meegemaakt of gezien of gehoord? Ik had een fantastische week, jongens. Ik bedoel, ruzie met mijn vrouw gemaakt omdat ik tegenwoordig een beetje GTA zit te spelen. Dat is zo intensief dat je daar best wel wat uurtjes mee bezig bent. En ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk een beetje rumoerig. Dus mijn vrouwtje zegt, dat gaat niet goed. Ik zeg, wat niet gaat niet goed? Ik zeg, ja, je bent te veel boven. Ja, vind je het gek? Dat spel is fantastisch. Dus ja, ik ben nu een weekje of twee dat GTA aan het doen. Maar ja, dat brengt toch wel ook nog wel een beetje ruzie met zich mee. Dus ik had een goede reuring deze week. Dus bij mij ging het helemaal top. Is dat GTA roleplay dan? Of niet? Ja, ik vind het helemaal te gek. Ja, het is helemaal te gek. Wat speel je dan? Wat is jouw personage? Ik speel echt puur mezelf. Dus alles wat er gebeurt op het oplichten na. Ik licht normaal in mijn privéleven geen mensen op. Maar ik speel bijna mezelf echt één op één. Zeg eens allemaal. Ja. ik speel mezelf één op één. Nice. Ja, je moet natuurlijk wel iets verzinnen natuurlijk om het nog wat spannender te maken. Ja, dan komt er een stukje oplichting. Komt er wel iets spannends bij kijken natuurlijk. En dat heb je ook... Achter de schermen heb dat heel veel problemen met zich meegebracht. Ik heb bijvoorbeeld een stash leeggehaald. Ik ben bij de e-site terechtgekomen via Don. En daar was ik dus binnen en toen heb ik een hele stash leeggehaald. Maar het begon niet zo heel veel. Maar op een gegeven moment gingen andere mensen het ook weghalen. Terwijl ik het niet gedaan had. Toen kreeg ik alles in mijn schoenen. Terwijl ik maar een beetje had gepakt. En mensen hadden dat door. Ja, dat is... En achter de schermen was het van... hey, you can, nou, er zijn nu nog meer dingen weg. Heb jij dat gedaan? Ik zei, Piklaas, ik heb alles op beeld, maar wat ik gepakt heb. Ik zeg, ik heb niet alles gedaan. Ja, dus dat was nog wel een achter de schermen nog wel echt een dikke commotie. Maar goed, het is weer voorbij. Dus het is leuk, jongens. Ik raad het ook iedereen aan om het te doen. En mocht je ik wilde nog ooit een keer echt induiken, maar ja... Misschien morgen doen. Meteen gewoon installeren en beginnen. Want het is gigantisch. Het is echt... op dit moment tot nu toe het leukste wat ik gedaan heb. En ik heb veel gedaan op Twitch. Echt veel. Maar dit is wel echt top. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen die waarvan je normaal gesproken niet echt zou verwachten dat ze zouden streamen of gamen, dat die dan toch in één keer die roleplay doen. Dus ik zie heel veel... rappers en andere gasten uit de hip-hop scene. Gasten die echt best wel gewoon hardcore gangsters zijn. Die nu in één keer, weet je wel, die dan ook een character hebben in roleplay. En, ook bijvoorbeeld die de hele andere kant, maar die politievlogger Jan Willem. Die zag ik het ook doen op zijn YouTube-kanaal. Ja. Echt? Ja. Het zou echt wel tof zijn als hij dan gewoon echt zo'n zware crimineel zou zijn in RP. Nee, ja. Niet een agent. Jammer, ja, helaas RPT natuurlijk weer een agent. Mensen neerschieten, doodsknauw, drugsdealen, weet ik veel wat. Dat zou juist dan wel heel vet zijn, toch? Ja, nee, ik zou dat wel voelen, ja. Maar dat doet hij natuurlijk niet, want hij wil wel een beetje netjes blijven. En, Ja. Andere dingen nog die jullie nog hebben meegemaakt deze week of gezien?
Nou ja, op zich, ja, ik weet dus niet of ik dit mag zeggen. Dat had ik eigenlijk even van tevoren moeten vragen. Maar ik weet ook niet of jij weet waar het over gaat. Maar ik heb dus, ja, het wel, ik vond het wel echt heel gaat tof. Het maar... Doe het gewoon, als je wordt geband. Nee, maar... Je mag, dit mag, dit mag. Dit mag ik dit merk ja, noemen, zeg maar? Ja, weet je het voor mij wel. Okay. Ja, joh. Super tof. Ja. Nou, ik heb dus van, ik drink of eet, ja, ik weet nog steeds niet wat het is, maar Breakers, die kennen jullie vast allemaal wel. Knijpjoghurt, zeg maar. Dat doe ik heel vaak on stream. Super chill, want dat knijp je even, hup, en dan ga je weer door. En oprecht, iemand van mijn community had dus een hele compilatievideo gemaakt. Super awkward eigenlijk. Ingezoomd op mijn hoofd, terwijl ik die dingen aan het zuigen ben op stream. Nou ja, goed. Oké. Okay. In ieder geval, ik had het op Twitter gedeeld. Ik dacht, het is leuk om te laten zien. En MelkUnie heeft dat dus gezien. En die hebben gewoon gevraagd van, Shorts, mogen we jou iets sturen? Dus ze hebben echt, zeg maar, een kaartje met mijn logo en zo erop. En echt ook een persoonlijk berichtje erbij van, thanks for the shout-out. En ik kreeg echt een hele lading aan Breakers. En zelfs een PlayStation 5 Breakers skin hadden ze ontworpen voor me. Oh, super vet. Dus ja, ik wist echt niet, ik dacht van, oh, er komt vast wel iets leuks aan. Maar dit had ik niet verwacht. Dus ze hebben echt wel moeite ingestoken. Dus, het is ook niet echt een standaard PR-pakket. Dat hebben ze echt voor jou specifiek gemaakt. Ja, super vet. Ja, het is echt heel cool. Echt heel vet. Het is niet zo snel dat influencers de Breakers aan het promoten zijn. Maar de echte vraag is, welke smaak? Welke smaak? Ja, ik ga toch wel voor banaan, denk ik. Die vind ik wel het chillst. Die met die zonnepitjes. Fout. Nee, aardbei. Aardbei. Ja, oké, aardbei is ook goed. Aardbei is ook goed. Oké. Met die pitjes, die kreeg ik gewoon niet af, sorry. Ja, nee, dat is niet. Pitjes in de yoghurt. Maar nou ja, vind je niet met breken? Ik heb dus van de week, door jou heb ik ook een breker gehaald. Want ik dacht, die cheesecake smaak wil ik proeven. Cheesecake en, vind ik ook, ja. Maar ik had dus wat ik vroeger al ermee had. En dat had ik nu nog steeds. Dat laatste stukje, dat wil ik er ook uitzuigen. Maar dan gaat je hele tong zo eraan vast. Weet je wat ik bedoel? Oh zo. Dus doe het nog eens. Ja, doe het nog eens even een keer. Ja. Dat is zo'n micro dingetje wat is. Ja. Dus, Juist. Ja, heb jij daar geen last van? Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ik heb daar geen last van. Maar ik doe het ook. Even kijken, heb ik hier een... Volgens mij kan snoeterpoeder in één keer zo'n hele emmer leegzuigen. Ik weet het niet. Nee, maar ik doe dus zeg maar... Ik wil Jos eigenlijk niet verpesten, maar ik vind het zo smerig. Echt, ik vind het zo smerig. Nou zeg, wat is dit nou weer? Dit vind ik niet kunnen. Dit vind ik niet kunnen. Nee, maar ik knijp hem dus zeg maar van onder naar boven, zeg maar zo. Maar heel veel mensen die rollen hem zo op. Ik doe dat dus nooit, oprollen. Ik doe echt dat knijpen. Ik doe ook zo. Ik doe wel oprollen. Ja, toch? Gewoon die. Doe jij dat oprollen? Iedereen doet oprollen. Ik dacht echt... Ja, leuk om te horen dat jij het ook nog moet zien. Maar moet je hem zuigen of moet je hem echt gewoon zo uitknijpen? Ja, gewoon zo een beetje zo. Ja, precies. Hand om hand. Oké, nice. Sick. Goed, dat was mijn week dus. Maar wel een leuk inhakertje op zich. Want je ziet het, eigenlijk zouden merken dit veel meer moeten doen. Want je kan op die manier zo voor niks, kan je best wel wat toffe promo krijgen. En iedereen wordt er blij van, toch? Ja. Ja, klopt. Zeker. Mattie heeft het al gekocht, dus... Dat was trouwens wel voordat je dat pakket kreeg. Dus dat was, zal maar zeggen, van het filmpje. Dacht ik, zag ik ze staan? Toen dacht ik, ik ga het ook eens even keer proberen weer. Nee, is dat filmpje toch nog ergens goed voor geweest. Ja. Kraak ik trouwens? Ja, een klein beetje. Als je dat, Even kijken, als ik rejoin, even kijken of het werkt. Maar top. Iemand anders nog iets meegemaakt? Of zullen we gewoon lekker een beetje de onderwerpjes in duiken? Trouwens, als mensen zich afvragen, waar is Jordi? Die was net nog op de radio tot 9:00. Dus die is nu aan het racen naar zijn setup. En Hallo. Is dit beter of niet? Of is het... Ja, nee, is beter. Klinkt wel beter. Gelukkig. Ja. Smeer een beetje breker op je mic. Even een voorzichtig dingetje om erin te komen. Hebben jullie meegekregen dat de Bitcoin volledig is ingestort? Of tenminste, flink is ingestort afgelopen week. Ja. Yep. Ja. Ik heb het wel gehoord, maar... Wij kopen nu niet zo into crypto, maar mijn... ik zit in de ICT-wereld. Dus eigenlijk iedereen in mijn omgeving is een beetje aan het huilen om het feit dat alles aan het instorten is. Dus veel verlies. Ja, helemaal als je in januari hebt gekocht of zo... Ja. Toen hebben er heel veel mensen zitten kopen. Dat is wel shit, want dat is nu wel omlaag. Maar... Heeft iemand Ja, ik denk... Nee, ik had eerder al gekocht. Nee, maar ik heb toen niet verkocht. Je moet het niet kopen, joh.
Ik heb het wel, maar ik gebruik het alleen om mezelf op te laten lichten voor zo'n serie. Maar jij hebt niet serieus iets geïnvesteerd in crypto, helemaal niks? Nee man, ik heb helemaal niks, bro. Ik heb niks, nee. Nee, ik ben er niet zo in thuis, maar ik heb er wel een vraag over. Elon Musk was een beetje de messias van Dogecoin ook, hè? Mm-hmm. Maar wat is zijn invloed hierop geweest? Heeft hij daar echt wel mede voor gezorgd dat het ging crashen? Ja. Of was het gewoon sowieso ook gebeurd als hij er niet bij was? Nou, hij heeft meer gezorgd dat het ging stijgen. Dat is het meer. Het is niet zozeer dat hij ervoor heeft gezorgd dat het crashte. Hij heeft meer, zeg maar, hij heeft in the first place gezorgd dat het überhaupt omhoog ging, toch? Dus ja. Dat wel, maar hij heeft ook getweet dat het helemaal slecht is voor het milieu, al dat minen en zo. Mm-hmm. En toen was er ook alweer een flinke dip. Ja. Maar ja, zou het zonder die tweet al zijn gedipt? Dat weet je niet. Ja, ik denk dat effect misschien minder is dan lijkt. Maar nou, ik denk dat hij heel veel effect heeft op die koersen met zijn tweets. Maar dat komt ook omdat het is natuurlijk een soort ongereguleerde markt. Dus hij kan gewoon roepen wat hij wil en dan gebeurt er iets. En ja, dikke pech voor iedereen die daar dan zijn geld mee kwijtraakt. Hij heeft dat namelijk eerst ook bij de echte beurs gedaan. En toen was hij nog CEO van Tesla. En toen twitterde hij op een gegeven moment van ja, de Tesla stock price is too high. Toen donderde dat helemaal omlaag. En toen heeft zo'n waakhond heeft hem op de vingers getikt. En heeft gezegd, je moet nu aftreden als CEO, want je doet aan marktmanipulatie. Maar ja, dat kan je in de cryptowereld niet doen, want het is allemaal niet gereguleerd. En dus kan hij eigenlijk gewoon, hij kan roepen wat hij wil. En dan ja, gaan toch de markt. Maar dat is toch wel... Dat... Oh, sorry. Zeg maar. Nee, maar dat is toch ook gewoon... Dat is toch ook heel gek eigenlijk, bro. Omdat ik zie gewoon gasten op Twitter. Ik volg het wel, hoor. Ik vind het wel interessant om het te volgen, maar ik doe er zelf niks mee. Maar ik zie gewoon mensen in de tijd dat dan die Dogecoin is sowieso een grote fucking meme natuurlijk, maar... Dat mensen waren gewoon aan het smeken bij zijn Twitter deeltijd. Twitter er alsjeblieft over, Twitter er alsjeblieft over. Maar bro, dan moet er toch al iets gewoon een alarmbel of zo afgaan. Van ja, alleen als hij erover twittert, dan gaan we geld verdienen. Dat, ja, ik weet niet, man. Die komt bij mij gewoon niet in, man. Eerlijk. Ja, het is sowieso natuurlijk gewoon... iedereen doet wel alsof het een soort van echte... Ja, dan moet ik oppassen met wat ik zeg. Maar het is ook wel een echte markt. Maar uiteindelijk de onderliggende... Het is allemaal puur speculatie, toch? Er kan van alles en nog wat gebeuren. Het kan morgen in één keer door het dak gaan. Het kan morgen in één keer ook helemaal over zijn, weet je wel. En het is niet hetzelfde als je geld op de bank zetten. Nee, precies. Niet dat je daar veel mee verdient, maar... Nee, oké, maar ik bedoel... Het is niet stabiel. Maar je verliest het ook niet. Dat is het ding. Juist. Kijk, ik denk wel, want ik zie het ook linksom, rechtsom in mijn persoonlijke kringen, mensen die het doen en zo. En op een gegeven moment had ik ook persoonlijk iets met, in een bepaalde appgroep, dan vrienden van mij gingen erover praten. En toen zag ik wel echt dat het gemanipuleerd werd, iedereen met elkaar. Van ja, nee, nu moet je kopen, nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. Want ik heb het ook gedaan. Dus je gaat elkaar een beetje soort van, iemand gaat er balsdiep in en die wilt gewoon zo van ja... Eigenlijk, volgens mij moet ik gewoon wat mensen mee gaan trekken. Dat ik die pijn in ieder geval ga verdelen. Want we gaan met z'n allen die shit omhoog halen, ja, toch? Maar ja, dan werkt het ook. Hè? Kijk, uiteindelijk als jij zeg maar, erin stapt en je krijgt heel veel mensen zover om er ook in te stappen, dan gaat die omhoog. Tuurlijk, en dat werkt ook. Maar dat was ook dat die fucking hard ging dalen. En toen was het opeens, nee, nu is het juiste moment om te kopen en zo. Nu is het juiste moment. Opeens letterlijk een dag later, iedereen had die shit verkocht. Zogenaamd, het was het juiste moment om te verkopen. Dan boeit het je gewoon geen reet meer. Dus ja, ik vind dat wel lastig, man. Ik denk wel, als je het doet, doe het gewoon. Stel, je hebt 20.000 euro... dan doe je weet ik veel, een paar duizend, die gooi je erop. En dan laat je het gewoon doorpruttelen. Omdat als je het vanaf vandaag naar morgen kijkt, dan zit er zo'n groot verschil in. Maar koop je het bijvoorbeeld nu en je laat er 3 jaar lang niks mee gebeuren. En dan denk je op dat moment van, hey, maar shit, ik had nog 5.000 euro in bitcoins. Even checken hoe dat is gegaan. Zo zou ik het doen. Maar ja, je hebt mensen die natuurlijk elke dag al die grafiekjes en dingen, 15 van die schermen om zich heen hebben. Zo'n 360 graden bureau, al die shit in de gaten aan te houden. Ja, dat kan ook. Maar dan ben je er wel 24/7 mee bezig, volgens mij. Maar kan je niet ook gewoon... Je moet er 24/7 mee bezig zijn. Want anders dan is het ook geen haalbare kaart. Wat jij ook zegt, er zijn echt vrienden van mij, die zitten er wel volop in. Nee, maar dat is niet waar. Dat is niet waar, Snoeter. Als jij 5 jaar geleden voor 3.000 euro had ingekocht, dan had je nu gewoon een big money gehad. En had je daar niet per se wat voor hoeven doen eigenlijk. Nee, dat klopt ook. Nee, maar wat ik al zeg, toch? Weet je, zeg maar nu in deze tijd, als je er nu mee instapt, zoals een bitcoin, weet je. Als je er echt 24/7 op zit, dan heb je minder kans om iets te verliezen
Dat je zeg maar die Bitcoin in januari en wat je er zegt dan over een tijdje. Hè? Dus als je dan denkt van oh, over een paar jaar zie ik het wel. Maar ja, weet je wat ik het zeg? En nu is je in één keer laag. Je bent nu wel dat ene bedrag weer ook kwijt. Weet je, dat is ook een risicootje. Ik ben er bewust niet mee aan de gang gegaan. Ik ben zelf gokverslaafd geweest. En dus ik weet wat ik met het geld altijd gedaan heb. Dan dacht ik van ja, weet je, met het Bitcoin wat je nu hebt. Weet je, met al die crypto's en zo is een beetje hetzelfde idee. Dus daarom ben ik er zelf niet mee aan de gang gegaan. Want ik zie het een beetje hetzelfde schokken, toch? Je geld verliezen. En dat is de reden waarom ik er niet mee aan. Maar ik vind het wel interessant. Ik heb het wel een beetje gevolgd. Maar ik ben er zelf niet mee ingegaan om daar al überhaupt een cent aan uit te geven. Dus dat is het een beetje. Maar ik snap ja, het wel wat Morris zegt. Zeker. Ja, en ook wat ik denk van. Want dan komen er al die verhalen. Sorry, dan komen er al die verhalen toch van ja. Decentraliseren van dit en geen banken dat. Dus bro, iedereen zegt die shit. Maar je zegt alleen en boeit je geen reet, want je wilt gewoon geld verdienen. You don't give a fuck. Weet ja. je, al die decentralisatie en weet ik veel, emancipaties en manipulaties en al die mooie dure woorden. Jullie, het boeit je geen reet. Je wil gewoon rijk worden. Je wil gewoon geld. Je wil gewoon Lambo. Dat is het. Je wil gewoon een Lambo. Je wil gewoon die enge Lambo kopen. You don't give a fuck. Maar die Lambo's ga je alsnog met die muffe euro's kopen. Ja. Tenminste, op dit moment nog. Maar ik dacht altijd dat het met beleggen en met die crypto en zo. Op het moment dat jij er geld aan verdient, gaat iemand anders er dus geld aan kwijtraken, toch? Zo werkt het toch? Dus nou ja, je wordt lekker gemaakt, toch? Technisch gezien wel. Kijk, het is hetzelfde op Crazy Time bijvoorbeeld. Weet je, winnen mensen echt gewoon serieus geld. Met bitcoins is het precies hetzelfde. De eentje zegt, hey, ik heb 100.000 gepakt, weet je. En dan, maar degene die er minder verstand van heeft, weet je, die doet het ook. En die verliest 100% hun geld gewoon. Kijk, en als je 24/7 er verstand van hebt, je zit er 24/7 er gewoon bovenop. Ja, die mensen die hebben kans om toch nog die big money, omdat ze er verstand van hebben. Maar nu, iedereen heeft het erover. En elke leek gaat het nu doen. En ze verliezen allemaal. En dat maar is het. Maar Snoeterpoeder, jij bedoelt nu toch dat je er 24/7 bovenop moet zitten als je nu geld wil verdienen, toch? Überhaupt gewoon als je niet. Het is een combi, hè? Dus zeg maar, je kan denken van net zo, hè, je belegt je geld. En over 3 jaar ga je kijken wat het een keertje gedaan hebt. Maar ja. Dat, weet je, dan weet je dat je eigenlijk op het einde van de rit nul hebt. Maar je kan ook aan het einde van de rit een tonnetje hebben. Weet je, dus die gedachte heb je ook mensen. Maar degene die dus nu hier een beetje mee zitten te spelen. Sowieso al mijn vrienden eigenlijk. Die zijn er echt mee een beetje een soort van gokken. Want die zijn er elke dag mee aan het spelen. Tuurlijk. Weet je dat is het een beetje wat er gebeurt. En daar zijn ze van de 1 euro. Weet je, daar halen ze weer wat vanaf. Omdat die daar omhoog gaat. Dan trekken ze weer 100 euro vanaf. En dan gaan ze daar weer een beetje investeren. Dat is wat er nu op dit moment gebeurt. En die jongens die er verstand van hebben, die worden rijk. En degene die er geen verstand van hebben en die lezen allemaal van de Twitter, die worden allemaal, die zijn allemaal hun leningen kwijt. En geloof me aan maar dat er heel veel mensen zijn geweest die hiervoor allemaal een lening voor hebben afgesloten. En die zijn zometeen allemaal naar de kloten omdat ze er uiteindelijk geen verstand van gaan hebben. Nee, maar dan ben je ook niet heel slim natuurlijk. Als je nu geld gaat lenen om in crypto te investeren, dan ben je echt niet slim bezig. Maar iedereen wordt toch lekker gemaakt, toch? Door iedereen. En het gebeurt 100%. Ja, maar het is gewoon een hype wat dat betreft natuurlijk. Ja, het maar is een dikke fear of missing out natuurlijk, weet je. Dat is het wel. Van ja, wat als. Dat is wel natuurlijk waar. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die er geld aan verdienen. Hè? Of geld aan hebben verdiend. En dat zijn die succesverhalen. Ik mis vaak wel gewoon wat ik wel. Want bro, tuurlijk. Er zijn genoeg mensen die heel veel money erop hebben gepakt. Maar wat je vaak wel mist zijn die verhalen dat mensen geld hebben verloren. Want dat vroeg ik ook op een gegeven moment bij die vrienden. Ik zeg, hey man, wat heb je nou verdiend aan die shit? Je bent nu een paar weken bezig en zo. Ja, ik heb toen een beetje winst gepakt en toen een beetje verlies en toen dit en toen dat. En dan, laatst was het helemaal ingestort. Maar als ik het niet echt naar had gevraagd, dan had niemand wat gezegd, weet je. En dan was het nu van, ja, ik ga dat nu ook even delen. Ik ben inderdaad de helft kwijtgeraakt of zo. Snap wat ik bedoel? Ja. Dus degene die ik ken is 80%, die zijn allemaal op een reet gegaan. En niet voor een tientje hoor. Die zijn echt serieus. Die zijn echt. Ja, die zijn flink wat verloren. 100%. Dat is echt 80%. De 20% hebben er echt wel. Die hebben een huis al kunnen kopen. 100%. Dat is gewoon zo. Dus dat is gewoon. Als ik morgen denk van. Hey, morgen kan ik nu een tonnetje neerleggen en ik word daar rijk. Maar ja, als dat zo makkelijk was, weet je. Zo makkelijk is het niet. Nee, zo makkelijk is het zeker niet. Nee. Even een volgende dingetje. Mattia, gefeliciteerd. Je hebt je subathon afgerond. 235 uur op de klok. Yes, gefeliciteerd. Thank you. Congrats. Ja. Yeah. Nice. Hoe was het? Leuk. Ja, echt heel leuk. Ik,
ik had echt zonder verwachtingen ging ik er eigenlijk in. En ik had ook geen cap erop gezet, want ik dacht ik wil gewoon kijken hoe lang ik het vol kan houden. Dus dat was de cap, zolang ik het mentaal aan kon. En ja, dat ging eigenlijk wel goed. En ja, ik moet, het was al heel vaak gerequest ook. Al weet je wel, als ik dan vroeg aan mijn kijkers van wat willen jullie zien om te vieren dat we deze mijlpaal hebben gehaald. Of omdat ik 5 jaar stream. En vaak kwam wel Subbaton. En er hing altijd een soort ja, negatieve lading om Subbaton. Dus ik durfde het niet zo goed te doen. En nu ja, hadden anderen het dan wel ook gedaan. En ik dacht, weet je, ik wil dat gewoon proberen. En eigenlijk is het, ja, super, ja, naast het feit dat het gewoon super leuke uitdaging is, was het ook gewoon echt mega gezellig. Die 32 uur lang. Ook op de momenten dat ik sliep, was er gewoon in de chat nog gezellig. Dan denk ik echt, ik hoef er helemaal niet bij te zijn om, ja, om het levendig te houden. Dat, ja, dat vond ik gewoon leuk. Het was echt zo iets met z'n allen. Maar had je een raceauto op bed? Nee. Oh. Dat is geen echte Subbaton, toch? Nee, dat is echt een Subbaton. Moet wel eigenlijk raceauto bent. Ja. 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 Volgens mij sliep ze wel onder een tagendekbedje, geloof ik. Dat klopt, dat was jij toch? Tagendekbedje heb ik gezien, toch? Nou, nee, het was een soort indianenpatroon, maar het was geen tijgerprint. Oh. Au. Nee. Dat was een RP, man. Ik denk gewoon met op sub-only stoppen. Wat? Nee, emote-only. Ja, ik wilde niet aan mijn mods vragen dat zij 's nachts helemaal wakker gingen blijven. En ja, ik was gewoon bang voor de koters in de nacht. Dus daarom had ik, weet je wel, de mensen die zeiden van tevoren van ik ga lang blijven vanavond. Die gaf ik dan VIP, zodat die wel konden praten tijdens emote only. Maar ja. Ik zat elke nacht in je chat. Ik kon niks. Ja, zo stom. Ja, nee, dat is wel een. Ja, daar moeten we iets voor zeggen. Maar zou je dat zo erg vinden dan? Ik bedoel, ik zou op een gegeven moment ook zoiets hebben van ja, als ik lig te slapen en er zijn toevallig geen mods en iemand wil een beetje dom doen in de chat en er is niemand. Ja, how bad can it be dan, toch? Ja, dat is ook eigenlijk zo. Of. Ja, nee, daar heb je ook gelijk in. Nou ja, aan de andere kant, ik bedoel, het kan ook zo zijn. Ik bedoel, Twitch heeft ook wel eens gezegd van je moet wel als streamer je chat modereren natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, een beetje. Nee, dat en ik ben altijd best wel streng hoor. Ik wil altijd wel gewoon positieve vibes in de chat. En als dat er niet is, dan ga maar gewoon weg. Daar ben ik best wel streng in. Ook als ik wel stream, als ik gewoon erbij ben. Dan zeg ik, joh, ga maar even afkoelen of ga maar zeiken op Twitter of zo. Dus dat, om dat een beetje in stand te houden, was ook een beetje de achterliggende gedachte daarachter. Hoeveel deed je uiteindelijk voor, hoeveel tijd deed je per sub? Eerst 5 minuten en daarna 4 minuten. En hoe beviel dat? Oh, zit je dan goed of wat? Ja, ik wou het allemaal gelijk zetten, weet je wel. Want een donatie was dan per euro een minuut. En dan, ja, eigenlijk een sub is maar 2,5 euro natuurlijk wat ik krijg. Dus dat had ik op 2,5. Maar dat vond ik dus echt helemaal niet werken. Want er kwam er zo weinig bij. Dan was ik waarschijnlijk na een dag al klaar of zo. Dat zou ik wel zonde vinden. Dus 4 was wel de mooie middenweg. Moeten we zo een algemene regelset verzinnen met hoeveel subs, hoeveel tijd er kwijt komt bij de subs? Want nog even over Sjaak zijn neppe Subbaton. Neppe Subbaton, wat? Ik had hem uitgenodigd voor vanavond. Sjaak komt nu toevallig in de chat. Bro, what the fuck zeg je over Subbaton? Hij belt me, wacht even. Nee, maar Sjaak, man, ik maak een grapje. Nee, maar ja, dat scheelt wel natuurlijk. Als jij 30 seconden of 30 minuten per sub erbij doet, dan is het natuurlijk makkelijker om lang vol te houden. Dus hoeveel had Sjaak dan? Hoeveel minuten? Ja, die varieerde gewoon afhankelijk van hoe zijn timer erbij stond, zeg maar. Nou, dus Sjaak had ook wel zo'n happy hour, dat hij dan dat een sub of een kwartier lang of een half uur lang dan een sub 3 keer zoveel erbij geteld werd. Oh ja. Ah. Ja, dat werd ook wel gevraagd bij mij hoor, die happy hours. Maar ik zei ja, nee. Want ja, ook bijvoorbeeld als de timer onder 6 uur komt, dan had ik in het begin gezegd, dan doe ik er 6 uur bij. En toen, dat was altijd tijdens de nacht. Ik zeg, ik ga niet 6 uur extra slapen, want dat vind ik het allerkutste. Waarom zou ik dan extra uren, wat ik niet leuk vind, dat doe ik dan voor niks om te zeggen. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar ja, dan ga ik liever de stream uitzeggen en bij mijn vriend slapen dan dat ik op stream ga slapen voor Jan met de korte achternaam. Dus
Want dat vond je het kutste, zeg je? Ja, dat slapen. Gewoon niet bij mijn vriend slapen, vond ik gewoon stom. Ja. Maar en verder was het ook nog ongemakkelijk in de zin dat je gewoon, weet ik veel... Ik zou het toch wel eng vinden dat je dan, weet ik... Ja, je weet gewoon, je staat niet voor jezelf in als je slaapt, toch? Dat. Ja, nou ja, de eerste 2 dagen vond ik het echt heel ongemakkelijk. En je bent, dat klinkt heel gek, maar je bent gewoon constant bewust van dat je camera aanstaat. Ook al slaap je, weet je heus wel dat je camera op je hoofd staat. Want iedere keer word je een beetje zo half wakker en dan denk je, oh, en dan wil ik mijn hoofd omdraaien, weet je wel. Met richting de camera dacht ik, oh nee, wacht, de camera ligt daar. Dus dan bleef ik zo liggen, weet je wel. Dus je bent er wel bewust van of zo. En ook, hè, ja, daar was ik het allerbangst voor, dat ik dan mijn shirt helemaal omhoog zou kruipen of zo. Dus dat deed ik ook altijd, ja, dat wilde ik echt voorkomen dat er iets zou van een tepel ineens in beeld. Dus daar was ik ook heel erg bewust van, dat moet echt niet gebeuren. Dus, maar slaap je wel een beetje? Of... Ja, lijkt me niet heel chill inderdaad. Ja. Kwalitatief wel wat minder, maar ja, ik slaap redelijk goed hoor. Want ik zet gewoon Harry Potter luisterboek aan, een kwartiertje en dan slaap ik. Maakt niet uit waar ik ben. Dus dat deed ik nu ook en dat werkt gewoon nog steeds is goed. Is Harry Potter zo saai? Ja, dat kan ik bijna meepraten. Dus dan val je er gewoon... Ja, dan ga je gewoon in die wereld met je hoofd en dan denk je niet aan van ik ben aan het streamen en dan boem, slapen. Maar zou je het nog eens doen? Een subbeton. Ja, ik heb niet volgende week, zal ik maar zeggen. Maar ik vond het wel echt heel leuk. Dus een jaarlijks iets of als je iets te vieren hebt. Ik vond het wel echt leuk. En ook bij mijn broer stond ik dan ook de hele dag aan op de televisie. En mijn neefje zat de hele tijd, Tia, Tia, weet je wel. Bij de zus van mijn vriend en mijn ouders keken ook heel veel. Ja, gewoon echt superveel. Gisteren was mijn vriend bij de voetbal en die jongens zeiden ook allemaal dat ze hadden zitten kijken en zo. Dus echt heel veel mensen in mijn omgeving vonden het ook echt superleuk om te kijken. En die hadden dus nu ook een keer dat ze Twitch opstarten. Dus dat vond ik dan ook wel leuk eraan. Echt een soort vloggen, hè, eigenlijk. Dat je, zeg maar, het is echt gewoon je leven. Even vloggen, hè. Even lekker vloggen. Even lekker vloggen, ja. Ja. Maar zijn er andere... moet er dan een rule set... Eerlijk, gewoon even... Dit is even zonder grappen, weet je. Maar moet er dan een soort van rule set komen voor een soort van algemeen... Voor een officiële, een subbaton? Of, ik denk het niet, want als jij het doet... Jij hebt natuurlijk... Van jezelf al meer subs. Hè? Mijn gemiddelde subs is rond 200, 300. Dat zal jij vast meer hebben. Dus waarschijnlijk zou jij veel sneller over die uren die ik heen gaan. Omdat je gewoon meer mensen hebt. Dus je moet dat afhankelijk van hoe groot je kanaal is, moet dat zijn. Kijk, Sjaak is natuurlijk ook een groter kanaal dan mij. Dus dat is ook logischer dat hij dan... Ik denk dat als Ludwig 4 minuten per sub had gedaan, dan was hij volgend jaar nog steeds bezig geweest. Nou ja, precies, ja. Wat was het bij hem dan? Ik geloof iets van 10 seconden, geloof ik. 10 seconden, Jezus. 10 seconden en dan... Jeetje, en dan nog, wow. Ja, maar de man is ook over de 250.000 subs heen gegaan, hè? Ik gaf per ongeluk... Ik had nog 100 bits over, weet je. Ik denk, geef Sjaak gewoon die 100 bits. Man moest gewoon 1,5 week extra streamen, bro. Ik denk, bro, sorry, man. Dit was niet de bedoeling, bro. Maar zijn er hier andere streamers? Sjaak, wacht voor dat Sjaak. Ik weet, man. Ik maak grapjes, bro. Hij wordt sowieso alsnog mad. Ja, hij moet sowieso mad. Hij moest er zijn vandaag, bro. Het zou leuk zijn als die man er was, toch? hij wilde echt... Ik ging heen en weer. Want jullie gingen over die shit praten. En ik ging echt heen en weer. En hij was zichzelf echt aan het verdedigen. Maar op zich, ik snap helemaal... Want Sjaak is wel gewoon een OG ook. Snap je? Die man zit al tering lang ook op Twitch. Alleen, ja, het is wel nu met die rule set. Iedereen doet zijn eigen, maar niemand. Dat is hoe het is, hoor. Daar kan je boos om worden. Maar wat Mattia zegt, weet je. Voor hetzelfde geld doet iemand een subbaton. Die heeft 10 subbies en dan stop je na een uurtje. Maar ja, is dat dan misschien niet juist het ding? Had ik ook een beetje. Dat gevoel van, ja, luister, subbaton is subbaton toch? En op een gegeven moment is het afgelopen en subben mensen niet meer. En dan houd je subbaton op. En als je dan inderdaad dat aanziet komen en zoiets hebt van... Oh nee, wacht even, vanaf nu is het 3 uur per sub. Want ja, ik wil nog niet doorgaan. Ja, dan, snap je, dan... Dan heeft het ook niet zo heel veel zin. Maar zijn er andere... Ik ben nog wel benieuwd. Zijn er andere streamers die hier een subathon zouden doen? Of niet? Ja, dat ben ik ook benieuwd.
Nee, dat mag ik niet. Is er nu een subaton nog bezig van Nederland? Ja, Don Sanders die doet er nou eentje. Wie is die, dat? Die begon met drie uurtjes. En ik weet niet, ik zie hem nog wel. Het moest wel afgelopen zijn, maar... zijn tijd. Don Sanders? Don Sander, ja. Dat is die met die Belgen met die gekke stem, volgens mij. Ja. Nou, ik denk dat iedereen het kan, om eerlijk te zijn. Wat, je denkt niet dat iedereen het kan? Nee, want je moet echt scheid hebben, soms. Weet je wel, ja, dat slapen op stream, daar moet je ook echt scheid aan hebben. Dat kan al echt niet iedereen. Ook als jij bijvoorbeeld praat in je slaap of zo. Of... Ja, ik heb wel een slaapstreampje gedaan, maar ik vind een subbeton, ja... Ik denk ook, ik stream maar 2 uurtjes per dag. Ik vind het middel zat, weet je. Op een gegeven moment dan, soms wil je wel eens wat langer streamen, weet je. En dan... Maar ja, ik doe het ook niet voor het geld. Ik doe het echt puur om eventjes 2 uurtjes de mensen te vermaken. Ja, maar ik denk ook niet dat een subbeton per se voor het geld is. Nee, kijk, het is natuurlijk leuk dat je er betaald voor krijgt. Dat ga ik niet ontkennen. Maar het is, je houdt het niet vol als je het alleen voor het geld doet. Want je moet het echt leuk vinden. Want anders ben je echt naar... Nou, ik denk dat ik echt al een breakdown had op 3 dagen. Maar het was gewoon dat er zo'n leuke chat was. En iedereen was zo enthousiast erover. Dat houdt je... Gaat je door. Niet dat je geld krijgt. Tenminste, zo ben ik niet ingesteld. Misschien als jij echt heel erg graag veel geld wil verdienen, dat je je gevoelens aan de kant kan zetten. Ja. Ik heb het ook altijd wel op mijn lijstje gehad, hoor. Gewoon voor de spanning. Gewoon omdat ook al voordat dat Rick het deed, waren subatons al een ding. En ik heb altijd al wel een beetje zoiets gehad van, dat is wel cool om een keer te doen. Maar ik had wel zoiets van, dan zonder limiet. En dan wil ik daar ook de tijd voor hebben. En ja, wanneer heb ik in godsnaam de tijd om 3 weken live te gaan, zeg maar. Dat is het ook een beetje. Ja, dat heb ik ook. Ik werk gewoon, dus dan... Ja. Het is onmogelijk als je niet fulltime... Ja, je moet als je toch een keertje denkt van ik wil een week lang live, weet je. Waarom moet dan het woordje subbeton gebruikt worden? Want bij mij als mensen komen, ik smeek ze zelf om juist hun geld in de zak te laten. Ja, maar dat vind ik zo'n onzin, Snoep. Dat vind ik echt... Ik vind dat en een kutargument en een non-argument. Want je hebt makkelijk praten als je het voor de hobby doet. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je gewoon serieus met je content bezig gaat. En als er dan geen geld binnenkomt, dan kan je daar niet mee doorgaan. En zeker als jij... iets gaat doen, een enorme tijdsinvestering... als een week lang non-stop live gaan... en een week lang je hele leven opofferen om live te gaan... dan moet daar wel iets tegenover staan. En dat hele van, ja, weet je... Ik vind dat... De reden dat dit me frustreert... is omdat er veel, zeg maar, soort van... er wordt veel gedaan alsof als streamer geld verdienen... alsof dat, zeg maar, vies is of verkeerd of wrong of whatever. Nee, dat heb ik ook niet. Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd, hè. Ik bedoel mee te zeggen, het subbeton zien de kijkers het wel, dat de streamer dat als geld zien. Wat ik ermee bedoel te zeggen, dat ze doneren, dat is natuurlijk fijn. Maar toch, wat ik zie bij de mensen, voor de die het niet breed hebben, die willen bijvoorbeeld wel graag zijn, maar ze kunnen het niet betalen. Weet je, dus dat zie ik, wat ik heb gezien, zeg maar, dan zeg ik liever... Dan betaal ik liever dat subje voor jou om dat subje te geven dan. Dan dat ze een laatste eurootje eraan uit willen geven. Zo zie ik dat een beetje. Je kan een mening erover hebben. Dat snap ik, maar dat vind ik wel een andere discussie. Als in, ik vind, ja. Dat bedoel ik. Hè? Het is niet gericht, zeg maar. Toch zie te kijken dat we het doen voor het geld. En toch is dat voor 99% van de streamers... Ja, het geld is mooi meegenomen. Daar ben ik het mee eens. Maar... Het kijk erop, zeg maar, hoe het gezien wordt, dat stukje vind ik... Maar het is toch niet zo zwart-wit dat je het voor de hobby doet, of dat je dat per se het voor het geld doet. Nou, laat ik het voorbeeld nemen, bijvoorbeeld subbeton, toch? Ik wilde even zeggen, want ik heb vorige week een campagne gedaan, en was ik heel trots op dat ik dat kon doen. En de eerste opmerking die ik kreeg in mijn chat, ja, heb je je ziel verkocht? Ja, wat is dat voor ons? En wat verwacht je dan? Ik ga minder werken, zodat ik meer content kan maken. Dan doe ik een campagne, zodat ik nog meer kan kopen voor de stream. En dan krijg ik zo'n opmerkingen. Ja, wat verwacht je dan? Dat ik mijn werk op ga zeggen en dat ik nooit ga zeggen, jongens, sorry, maar je hoeft niet te subben. Maar ik hoef mijn huur ook niet te betalen, joh. Maar ik kan dat zo niet tegen. Ligt dat niet ook aan wat voor campagne het is, überhaupt? Ik weet niet wat... Nou ja, ik bedoel... Raid Shadow Legends. Nee, maar hoe dan ook. Maar dat is toch een of ander stigma van als iemand een ad doet, dat dat dan toch weer... Dat is wel ook typisch Nederlands. Maar ik denk ook niet dat dat zo is. Ik denk echt niet dat de meerderheid dit denkt. Dit denk jij misschien, Snoeterpoeder. Nou, en diegene die dat zegt, van hashtag ad, weet je wel. Die vindt dat erg. Daniel, waarom ik het eigenlijk op baseer, wat ik bij mijzelf ook zie...
Jij snijdt het onderwerp aan Subbaton van Mattia. En het eerste wat ik zie in de chat is eigenlijk, ja, dat doet ze voor het geld. Ja, en dat stuk zeg maar, weet je, dat, daar ken ik maar dan niet tegen. Maar dat zie jij, want ik heb het niet gelezen. Ja, 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 dat heb ik maar gelezen. Maar wat valt jou dan op? Ja, tuurlijk valt me dat op, omdat dat vaak gezegd wordt. Omdat ook jij zo dat denkt. Nee, maar, mij is het niet opgevallen. Om eerlijk te zijn. En ik heb helemaal niet in mijn eigen chat dan gelezen tijdens de subbeton van, oh, je doet, ja, iemand zei, oh, is wel lekker verdienen. Nou, tussen al die berichtjes van wat mensen het leuk vinden en zeggen van, oh, wat knap je dit volhoudt. Ja, dus dat is ook maar een beetje gaan we nu met z'n allen doen alsof ons neus bloedt en dat mensen dat niet zeggen, want ik ben het echt wel eens met Snoep de Poeder dat dat echt wel gewoon gebeurt, hoor. Ik bedoel, mensen die tuurlijk, maar dat zien een de subbaton. Meerderheid. Ja, maar de mensen zien de subbaton gewoon in het algemeen van ja, ze zijn wel lekker even muntjes aan het pakken. Dat is toch. Ja, maar ik vind ook gewoon dat nee, moet je dat, dan. Ja. Maar Snoetenpoeder zegt toch niks ergs. Hij zegt gewoon dat zeggen mensen. Ik bedoel, hij zegt toch niet hier wat de fuck doen jullie allemaal? Nee. Hij zei dat de meeste mensen dat zeggen en dat is niet waar. Tenminste, we hebben geen enquête gedaan, dus we weten niet hoeveel mensen maar het ik snap wel dat je het denkt en dat je ook denkt van, hey, niet iedereen kan een sub betalen en daarvoor stream ik ook voor die mensen. Maar ik weet niet of je of je überhaupt mijn stream hebt gekeken, maar ik heb ook constant gezegd tijdens mijn stream, het maakt mij niet uit of je subt of niet. Als je er bent en in de chat bent, daar gaat het. Dat is het belangrijkst, snap je? Daar heb ik veel meer aan dan alle subs. Dus dat heb ik altijd hardop gezegd. En dat, ja, daar geloof ik ook oprecht in. En als we stoppen met subben, dan is die subbeton afgelopen. Dus dat is ook niet zo erg. Het was ook helemaal geen aanval, hè? Daar ging het ook helemaal niet om. Hè? Het ging helemaal niet om de aanval. Het ging er meer van, ja, ik zou het zelf niet doen onder een mom van dan een subbeton, zeg maar. Alleen maar dat ze dan die reactie wil ik dan niet uitlokken voor bij de mensen dat ik het dan doe voor de centjes. Omdat het toch, hè, wat ik zelf heb gezien, dat vaak voorkomt. Weet je, dat je daarover je stempel erop krijgt. Ah, zal het wel weer voor het geld doen. Weet je, dat stuk. Ja, maar, zeg maar. Dat is waar ik me dus een beetje boos om maak van waarom mensen dat. Waarom dat een verkeerd stempel is. Ik bedoel, het stomme is dat de creators die het lekkerst gaan en waar ze het meest naar kijken, zijn creators die hartstikke rijk worden van alles wat ze doen, weet je wel? Dat, ja, ik vind dat soort van stigma op geld verdienen en alsof dat vies zou zijn, alsof dat, ja, je, dat weet je wel, iedereen doet dat maar zo van, ja, als je er geld mee verdient, dan kun je er automatisch ook geen passie meer voor hebben. Dat is, ja. Nee, maar dat is ook helemaal niet aan de orde geweest van dit statement van mijn uit. Weet je, dus om te zeggen van ja, dat geld is niet lekker. Nee, ik vind het lekker om elke maand gewoon weer een paar honderd eurotjes weer op mijn bank te hebben. Ja, bedankt voor iedereen. Ja, bedankt. Ja, ja. Ja, maar bedankt. Ik merk wel dat ik wel een beetje dan twijfelachtig denk over aanbiedingen of campagnes of zo. Puur omdat ik bang ben dat mensen denken dat ik het alleen voor het geld ga doen. En omdat ik investeer heel veel terug in de stream. Maar elke keer denk ik van ja, maar ik wil niet dat mensen gaan denken dat ik het voor het geld doe. Maar wacht even, dan, fam. Maar waarom sorry niet? Dat ik je onderbreek. Waarom zou dat zo'n probleem zijn? Ja. Omdat ik het, ja, nee, ik weet niet. Ja. Je doet toch een campagne omdat voor het geld. Omdat mensen dan denken dat ik mijn passie van het streamen verloren ben. Ja, maar ben, waarom, ik, maar is dat dan, dat is precies het hele punt, ik toch? Ik denk niet zo, hè, maar. Nee, maar dat hele punt. Toch, dat is toch het hele punt. Alsof, zeg maar, passie voor het streamen. Maar je doet. Ja. Ja, maar je doet een campagne. Kijk, ik doe ook campagnes. Je doet een campagne omdat je er geld mee vindt. Tuurlijk, het is leuk om te doen. En het zijn, tenminste, ik kies vaak tenminste de games van, hey, dat past bij mij. Of een product, of een weet ik veel wat past bij mij. Dus dat ga ik doen. Sommige shit, die skip ik ook. Alleen, een campagne, dat is het. Een campagne. Ja, je verdient er geld mee. Maar, ja, maar, niet is, alleen, maar niet alleen, ik bedoel, laten we de vergelijking trekken met een Max Verstappen, toch? Ik bedoel, mensen zeggen toch ook niet tegen hem van, ja, hij heeft nou echt geen plezier meer in het racen, want nu is hij gesponsord door Red Bull en nu heeft hij dit als partnership en nu verdient hij er zoveel geld mee. Nu doet hij het alleen nog maar voor het geld. Denken jullie oprecht 1 seconde dat Max Verstappen het voor het geld doet? Nee, natuurlijk niet. Hij wordt er fucking rijk mee. Die man verdient iets van 25 miljoen per jaar op dit moment geschat. Maar ik denk niet dat dat de reden is dat hij het doet. En ik denk dat hetzelfde geldt voor een streamer. Ik bedoel, tuurlijk, geld is leuk en uiteindelijk, weet je wel, hetzelfde geldt ook voor radio of whatever. Je wil uiteindelijk wil je geld gaan verdienen, want anders dan heb je het gevoel alsof je leven niet echt zin heeft. Maar dat is niet de primaire reden waarom je iets doet, denk ik. En ik ga denk ik ook nog eens een keer. Het is de ondersteuning. Ja. Ik bedoel, ja, ik ga niet zonder reden minder werken, maar dat moet ik wel kunnen compenseren, want ik heb wel gewoon mijn rekeningen en zo, toch? Mag ik trouwens tussendoor even in deze. Oh, sorry. Nee, ga verder.
En dan is het gewoon een mooie manier waarop ik dit kan blijven doen zonder dat ik weer meer hoef te gaan werken. Maar ik hoor bij jou heel erg dat je probeert te verantwoorden voor je kijkers. Voor die kijkers die dus in jouw chat komen zeggen. Maar dat moet je niet doen. Ik herken het heel erg hoor. Ik heb exact hetzelfde hoor. Ik bedoel, je doet gewoon lekker je ding. En mensen komen het kijken. En af en toe doe je een campagne. Dat gaat wel prima joh. Dat maakt toch geen reet uit. En de mensen die weten, jij verdient er geld mee. Ik heb dit ook nog niet heel vaak gedaan. Dus misschien is dat gewoon dat ik daar gewoon even aan moet wennen of zo. Maar... ik heb toen ik die campagne vorige week deed, dacht ik van ik hoop niet dat mensen nu denken dat ik heel erg sell-out ben of zo, weet je wel. Maar het hoort erbij. Ik bedoel, hoe moeten we het anders doen, toch? Ik ben wel benieuwd, zouden jullie... Het is in heel veel situaties dat ik ben een beetje nog een outsider natuurlijk, want ik ben pas een maand met Twitch bezig. Ik merk wel heel erg met subbatons, weet je, dan hoor ik in de loopgang van die is nu in Nederland subbaton aan het doen. Vanuit mijn vriendengroepen. En dan zijn het altijd mensen die commentaar hebben in chat, zijn mensen die nog nooit eerder naar een stream van een persoon. En is het, die doet de subbaton, want dat trekt natuurlijk meer mensen dan een normale stream van die persoon doet. Want dan krijg je opeens een subgift en dan denk je, wat raar, ik heb een subgift van iemand gekregen. Ik ga even kijken en dan is het een subbaton. En dan zijn het altijd mensen die commentaar hebben van, doen het alleen maar voor het geld zeker. Maar het zijn nooit mensen die die persoon al een keertje eerder hebben gezien. Nee, het zijn altijd de haters gewoon. Ja, dat was precies. Bij mij dus wel. Dat er iemand die ik echt al een stuk of 10 of 15 keer in mijn stream heb gezien, inderdaad dan de stream binnenkwam. Okay, en misschien dat ik daar dan ook voor de memes zijn natuurlijk. Maar Fem, is het een sub? Nee. Nou, fuck hem. Ja. Nee, maar ik meen het oprecht ook. Fuck hem. Als in, ik vind dat het is ook een beetje natuurlijk nieuwigheid van dat... Kijk, bij YouTubers kijkt niemand er meer van op. Hè? Enzo Knol is multimiljonair. En we doen allemaal, hebben zoiets van... lekker Enzo, lekker bezig. En ga nog maar even reclame maken voor die game en voor dit en voor dat. En zo moet het eigenlijk, zo gaat het in Twitch uiteindelijk ook worden. Ik bedoel, er komt een dag dat er de eerste Nederlandse Twitch-miljonair gaat zijn. En dat er gewoon een creator op Twitch in Nederland zo hard gaat... dat hij alle deals gaat binnenhalen en er heel, heel rijk van gaat worden. En dan denk ik dat iemand zal zijn die waarschijnlijk... tegelijkertijd nog steeds heel veel plezier heeft in het streamen. Heb jij bij je? Ja? Tja. Ja, dat is geitje. Weet je, het is wel gewoon... Je doet gewoon lekker campagnes. En weet je, wat ik wel altijd zeg is probeer gewoon iets... sowieso op campagnes te kiezen die goed bij je passen. In het begin zal dat wel lastiger zijn, maar daar leer je ook weer van. Weet je, je doet wel eens een campagne of iets dat je denkt, dit was het misschien niet helemaal. Legends. Wie weet, misschien vind je dat wel een hele leuke game. Zijn jullie ook wel eens, misschien ook alleen maar, ik weet ook niet zo goed hoe het gaat. Net als fan, zeg ben nogal ik wat je denkt. Oké, in ieder geval, zijn jullie ook wel transparant, wanneer het echt een campagne is? Of probeer je het dan wel te verkopen van, maar deze game is echt fucking vet. Je moet helemaal niet. Ja, moet toch? Nee, dat is toch verplicht volgens de wet? Ja. Niet. Nee hoor. Dat is een richtlijn. Het is een richtlijn, jongens. Huh? Het is in heel veel contracten teken je ervoor dat je dat moet zetten. Ja, als jij in je contract, maar in principe is het een richtlijn. Als in Amerika hoeft het helemaal niet. En in Europa wordt er op dit moment wetgeving voor gemaakt. En in Nederland is er die hele hashtag ad en zo. Dat is allemaal een richtlijn. En het idee is dat een aantal grote mediabureaus en influencers bij elkaar, die hebben dat bedacht. En die dachten, als wij nu al beginnen met dat hashtag ad en dingen goed te labelen, dan worden we hopelijk niet door de industrie hard aangepakt in de toekomst, zeg maar. Dus het is eigenlijk nu een beetje een soort van creators die zichzelf beschermen in de hoop dat de reclamecodecommissie niet met de hamer gaat komen om te zeggen, het mag niet meer, zeg maar. Maar het is officieel nog niet verplicht. Je kan in principe nog wel redelijk wegkomen met je mag alleen niet valse advertising doen. Maar jullie zeggen altijd, want ik heb bijvoorbeeld iets gelijkwaardigs met Raid Shadow Legends, maar niet met Raid Shadow Legends, maar iets wat erop lijkt. Maar toen heb ik ook gewoon echt, en ik heb het ook gevraagd aan die mensen van, is het oké als ik tegen mijn kijkers, kraak ik trouwens? Want ik hoorde ik net niet. Nee. Ik kreeg in ieder geval te horen, of ik wilde vragen van, is het goed als ik tegen mijn kijkers zeg van, jongens, jullie kunnen mij supporten door de game, hè, dan te downloaden, whatever. En toen merkte ik wel, maar ik ben blij dat het mocht namelijk, want daardoor vond ik het voor mezelf een stuk makkelijker dan dat ik moet gaan zeggen van, deze game is super tof en als je hem zelf wil spelen moet je hem downloaden. Dat zeg je ook, maar als je erbij mag zeggen van, je kan mij ermee supporten, dan zie je dat mensen het wat meer gunnen ook. Dus ik heb het gevoel dat fijn dat dat mag dus, want ik zit daar dus zelf nog een beetje over te dubben van, is dat normaal om te zeggen of niet, maar blijkbaar is dat dus volgens...
eigenlijk normale richtlijnen wel de bedoeling. Dus dat je vaak gewoon aangeeft van, hey, dit is voor campagne of whatever, support voor mij als het ware. Dus als je me gunt. Ik zeg het altijd, eigenlijk. Ja, wel netjes, vind ik. Ja, dan weten de kijkers ook dat, dat ik betaald word om dat te doen of om de game te spelen. Ook als mensen vragen aan mijn headset van welke headset heb je, ze zeggen ja, deze. En ik vind hem heel fijn, maar ik ben wel gesponsord. Dus ik zou sowieso zeggen dat hij fijn is, maar dus ik zeg er wel gewoon altijd bij. Ik denk dat kijkers het toch juist waarderen als je een campagne hebt, dat ze gewoon weten, oké, dit is een campagne. Dus fuck it, ik kijk die stream wel niet. Nee, maar... Ja, precies, ja. Nee, maar full sell-out gegaan, ik ga weg, ja. Nou ja, ik denk juist dat dat... ik vind dat altijd wel fijn, man, bij iemand. Maar goed, blijkbaar is het geen... ik dacht wel dat het verplicht was. Maar het is in ieder geval een ongeschreven regel dat je het wel doet. Ik zit te kijken, zeg maar, er zijn twee verschillende dingen. Die hele social code, dat is gewoon een richtlijn. En dat was een tijd lang, zaten influencers elkaar te motiveren om daaraan mee te doen. Dat is één ding. En dat was eigenlijk puur, gewoon goed voorbeeld, doet goed volgen. Maar er is wel degelijk inderdaad, inmiddels is er ook een stukje over influencers opgenomen in de algemene reclamecode of de reclamewet, zeg maar. En daar komt eigenlijk wel uit voor dat je moet in ieder geval wel open zijn over dat het een advertisement is. Maar hoe je dat doet, dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan ook gewoon zijn als dat je er simpel vermelding van maakt in tekst. Dat je zegt, yo, ik doe een samenwerking met Samsung en zij hebben mij dit of dat gegeven. Dan ben je er in principe ook al. Het gaat erom dat je dus niet mag misleiden. Dus je mag niet bijvoorbeeld zeggen van... ik heb helemaal niks met deze site te maken. Oh ja, ik win een CSGO skin van €10.000. Nou, daar kan je daadwerkelijk voor aan de schandpaal genageld worden en meer. Trouwens, even tussendoor. Jordi, welkom. Die komt net vers uit de radio. Die heeft zoiets van, ik laat het allemaal maar een beetje... Zo mooi dat hij erbij zit al de hele tijd. Ik wil nog even een onderwerpje opgooien. Want kunnen we het ook even hebben over subbetons en campagnes eigenlijk? Nee, dankjewel. Campagnes en sell-out, dat kun je niet doen. Nee. We doen het Pams heeft er ziel al verkocht. Ze gaat zo meteen die ledlampjes op rood zetten. Download die ledjes, boys. Die horentjes. Nee, maar kijk, op zich. 500 subs. Nee, maar op zich, weet je. Ik bedoel, Raid Shadow Legends. Ik weet bijvoorbeeld dat Don, game meneer Don, die guy speelt gewoon Raid Shadow Legends. Oh, we namen wel eens die pot. Ja, echt serieus. We namen wel eens podcast op en dan waren we even aan het chillen en weet ik veel wat. En hij is gewoon hier fucking Raid Shadow Legends aan het spelen, bro. Dus ja, we memen natuurlijk heel die game kapot. Maar hij is wel de perfecte guy met wie Raid Shadow Legends een samenwerking zou kunnen doen. Dus ja, als het bij je past, ja, waarom niet? Fuck it, waarom niet? Sure, ja, is ook zo. Ja. Maar ik denk wel ziel. Dus ja. Dat stigma zal vanzelf wel verdwijnen, toch? Als Twitch wat een volwassener platform wordt, zeg maar. Dat het wat meer, wat ouder wordt in Nederland en zo. En ik denk ook hoe het is, hoe je community uiteindelijk opgroeit en in elkaar zit. En weet ik veel wat, fams. Dat komt vanzelf, joh. Dat komt wel goed. Ja. Yeah. Straks doe je om de week een campagne en dan weten die gasten niet eens meer wat nou wel of niet gesponsord is. Nee, ik ben er ook gewoon heel nieuw in, dus Maar het is ook nieuw op Twitch, toch? Bekijkers moeten er ook nog aan wennen. Als in op YouTube is het de normaalste zaak van de wereld. Zie je favoriete YouTuber een bus Pringles opentrekken, denk je er niet eens meer raar over na. En op Twitch hebben mensen nog zoiets van, wat gebeurt daar? Is dat nou gesponsord? Weet je wel, ik denk dat het ook een beetje dat is. Mm-hmm. Ja. Maar op mijn kijkers weten dat we enge campagnes draaien, hoor. Elke week. Elke week doen we wel iets, man. Nee. Ja, maar je hebt ook gelijk, toch? Ja, ik bedoel... het is gewoon... Ja, het is je gegund sowieso. Ja. Ja. Ik zit even te kijken, hoor, waar ik naartoe wil gaan. Ik wil nog wel een beetje langzaam erin komen voordat we meteen naar alle main topics gaan, want er zijn best wel veel dingen. Nou... Bijvoorbeeld, hot topics. Ik heb deze, XQC, een van de grootste wereldwijde streamers. Die schijnt nu weer geband te zijn van No Pixel Roleplay. In Amerika is die GTA-RP is ook super populair. En er is één server waar iedereen op speelt en dat is No Pixel. Maar mensen, en met name de oude garde van No Pixel, heeft een beetje moeite met de komst van XQC. Omdat hij natuurlijk heel veel kijkers heeft. Die kijkers die verspreiden zich als een olievlek bij alle andere streamers. En dan ontstaan er situaties waar XQC met dingen wegkomt, waar anderen misschien niet mee weg zouden komen. Moet je even luisteren naar dit clipje van... hij is een van de politieagenten op No Pixel. En een van zijn kijkers zegt van, joh... Daar gaat het dan mis. Ja, en een van de kijkers zegt van, joh, waarom report je niet gewoon XQC? En dan komt er dit. I feel like I'd report that.
Why would I report it? That's so long. So I get 150,000 people pissed off at me only for him to get unbanned in a week? Yeah. Yeah, dude, that sounds like a really fucking good idea. Fuck, I'm Blue's game. Fuck that. Only to get people that actually want to murder me in real life just so the admins unban them in a week? Wow, good idea. That's so long. That sounds like a great fucking idea. Mm-hmm. Yeah. Ja, dus ja, eigenlijk zijn punt is basically van joh, die gozer is onschendbaar, want hij heeft zoveel kijkers. En ja, zo ontstaat er een beetje een soort van ruzie daar in die roleplay. Maar Excuse is toch ook niet echt de beste roleplayer. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Het is gewoon, die guy doet gewoon een of andere chaos guy. Elke rol is volgens mij hetzelfde, die speelt. Ja. Maar dan gewoon in een ander pakkie. Maar ja, zijn community is insane, bro. Ja, ja. Het is wat het is, man. Hij heeft wel een hele... ontzettend veel macht in die server. Hè? En het kan eigenlijk niet echt eerlijk zijn dat hij met dingen wegkomt en weer unbanned wordt, terwijl een ander iemand misschien daar een permanente ban van krijgt. Ja. Maar ik denk dat die mensen van NoPixel die 150.000 kijkers belangrijker vinden dan... die ben. Nou ja. Maar wat had hij nou gedaan? Ik had het even gemist. Ja, hij doet de hele tijd gewoon... Het lastige is, er ontstaan gewoon situaties dat hij oneenigheid heeft met een politieagent en dan schiet hij op een politieagent of politieagent schiet op hem en je weet hoe dat gaat in roleplay. Dan binnen no time is er heel veel gezeik en is iedereen boos op elkaar en dan... Nou ja, dat eigenlijk. Ja. Maar volgens mij werd hij inderdaad... Nee, maar volgens mij werd hij... Ik zag wel een paar clips dat hij ook echt werd genaaid steeds door mensen, omdat mensen hem als persoon niet mogen en dan gaan ze hem gewoon... reporten en vastzetten en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, dat is toch met... Ik weet niet, bro. Met RP is het toch zo. Ik heb me daar gelukkig... Ik heb dat nooit gehad eigenlijk tot nu toe. Met RP en zo. Maar je merkt toch dat op een gegeven moment er een shift komt van dat RP zich gaat mengen met real life. En dat van, ja, waarom heb je dat gedaan? En zus en dit en weet ik veel wat allemaal. Ja, ja, wat Snoeterpoeder net ook vertelde, weet je, dat ze off stream of off game dan gaan zeggen, ja, wat heb je dit of dat gedaan? Ja, weet je, dat is sick, man. Dat is sick. En dat gebeurt daar heel veel, man, met die NoPixel gedoe. Ja. Ik vind dat heel heftig, dat buiten de server doorgaat eigenlijk. Ik heb een tijd op 7B gezeten en de reden waarom ik wegging, ik deed nog een beetje voor de meme, zeg maar. Ik was niet helemaal into de RP, maar ik had wel mensen omheen die dat wel waren. En ik schrok er gewoon zo van dat zij voor bijvoorbeeld 18 of 19 uur per dag op die server zitten. En ja, dat is wel, zo in dat verhaal zitten. En er was gewoon geen enkele manier voor mij om daartussen te komen. En ik denk van ja... Ik weet niet, ik vraag me af of deze mensen dan nog het verschil tussen echt en die server zien. Dus ik vind het mooi geweest. Maar het verhaal met die baksteen is daar toch wel een voorbeeld van, dat inderdaad mensen heel erg verliezen, toch? Dat vond ik wel, ja, die clip, dat die, ja, het was heel heftig, ja. Maar ja, dat was vooral met de baksteen. Ja, die heb jij toch wel gezien, die clip van die gast die dan op RP zegt van... ik weet waar je woont, ik ben er over 2 minuten, gooi ik een baksteen door je raam. Nee, dan zegt die gast, doe maar je best, je weet toch niet waar ik woon, zoiets. En 2 minuten later vliegt er een baksteen door. Nee! Ja, hier in Nederland. Ja. Dumpet was een paar weken geleden. Je liegt, ik heb die shit niet eens gezien. Heb je dat niet gezien? Ja, het is fucking mooi. Ja, hij is wel echt heel groot. Oh, sorry. Kijk, ik fucking, nadat ik uit deze studio ben, dan is mijn leven is anders. Ik heb dat niet eens gezien, wat sick. Ja, het wat ziek. Ja, dus het ging zo, er was één guy die was admin op een roleplay server en nou ja, die had oneenigheid met iemand. En toen kwam die gozer in zijn chat met, ja, je had een grote mond toch? En toen zei die gozer, ja, je weet toch niet waar ik woon. En nou ja, baksteen. Kan je hem laten zien, Daniel, of niet? Nou ja, misschien... Ja, nou, het ding is dat er is daarna... Hij vond dat wij het in de talkshow, dat we er te lacherig over hadden gedaan, die gozer. En hij is echt nog zwaar achter me aangegaan. Hij heeft nog mijn werkgever gemaild en alles erop en eraan. Oh, oké. Okay. Omdat hij vond dat wij er te lacherig over deden. Nou ja, toen heb ik hem wel duidelijk gemaakt van... Ja, luister, sorry, maar als jij zegt je vindt me toch niet... en 2 minuten later staat er iemand voor je deur die jou gevonden heeft... ik vind dat gewoon grappig, sorry. Ja. Los van inderdaad, geweld is nooit oké, weet je. Ik bedoel, tuurlijk is het niet oké dat iemand een baksteen bij iemand door de ruit gaat gooien. Maar ik denk nog steeds, en dat is misschien een beetje een soort gedachte van de straat... Maar ik denk als iemand bereid is om helemaal naar jouw huis toe te rijden... om daar een baksteen door eruit te gooien... dan is daar meer gebeurd. Dat is mijn gedachte. Dat ze het wel verdiend hebben. Nou ja, dat zeg ik niet, Mattia. Maar dan is er wel meer gebeurd.
denk ik. Ja, weet precies, je, dan is het niet alleen dat, denk ik. Dus, Hij zou dat moeten verkopen op zijn kanaal. Dat je bij hem zo'n baksteen door Ruit kan redeemen met kanaalpunten. En zo'n machine in de tuin die bakstenen door Ruit gooit. Heerlijk. Maar dan moet hij enkel glas hebben, toch? Want je gooit toch niet zomaar een baksteen door een raam? Dus de les van is gewoon neem dubbel glas. Ja, je gooit gewoon dubbel glas, hoor. Ja? Wat voor steen was het? Ja, niemand was er niet bij. Je hoorde die gerinkel, hoor je wel. Ja, je ziet de steen niet. Het is wel eerlijk, oké, je kan erom lachen. Maar het is wel fucked up, man. Dat iemand een baksteen door je ruit. Ja. Nou, ik stel ook dat het heel heftig is voor die gast. Alleen het was inderdaad die situatie van... dat hij zelf zegt van... Ja, kom dan, jongen. Je weet toch niet waar ik woon. En dan echt... Ja, het is gewoon... Ja, dat is gewoon. Die gegevens in de blender maken gewoon een grappige situatie. Ja, daar kan ik ook weinig aan doen. Hij zegt gewoon over 2 minuten steen door je raam. En dan gewoon, 2 minuten later steen door zijn raam. Ja. Wat zie ik al. Maar wat we toen, nu we het er toch over hebben, wat toen vorige keer niet helemaal aan bod is gekomen, want toen werden we een beetje gesidetracked door allerlei grapjes en zo. Maar gewoon, kijk, uiteindelijk de vraag van ja, wat vind je. Is dit iets wat je beangstigt? Heb je zoiets van, nou, ik ben daar ook bang voor? Of wat? Ik woon 3 hoog, dus dat gaat moeilijk zijn. Zeg dat nou niet. Fem, inderdaad. Ja. De twee minuten later. Ja. Ja, maar niet alleen een baksteen. Iemand die bij je huis komt opdragen. Of, ik vind dat wel eng, ja. Maar ja. Er is ook weer shit gebeurd bij Rick toch nu met zijn auto. Zo zag ik een Instagram story voorbij komen. Wat weer bij Rick? Bedoel je met die eieren? Hij plaatst iets op zijn story dat hij ook weer aangifte of zo met zijn auto had gedaan. Oh. Ik geloof dat ik het heel snel voorbij zag komen. En vervolgens zag je ook... mail wordt er ook in de chat gezet. Ja, mail op zijn auto. Bakmail. Hij krijgt het er niet af, hè? Kijk, weet je, dat is wel het risico natuurlijk. Ja. Wat je misschien neemt als je op Twitch aan het streamen bent en eigenlijk over je hele leven vertelt. En gewoon een beetje in een soort van chille space sfeer zit met iedereen in je chat. En heel persoonlijk met mensen wordt op Discord. Dat kan ook negatief uitpakken. En dan hoef je misschien soms niet eens mensen voor boos te maken, maar... Ja. Je weet natuurlijk niet gewoon wat voor mensen er tussen je publiek zitten soms. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, dat iemand al mijn Instagram foto's ging analyseren om te bepalen waar ik nou wel of niet woonde. Jezus. Dan was het op een gegeven moment van, joh, je hebt zo'n lift en ik heb even opgezocht en dat bedrijf die heeft alleen lift geplaatst in dat gebouw. Dus je had in die wijk moeten wonen en daar wandel ik heel vaak, dus kom je binnenkort tegen. Gelukkig had hij het fout, maar weet je, dat kan zo een keer dat wel goed zijn. Dat is heel eng. Ja, dat is echt wel... dat gebeurt ik vind gewoon. Het altijd heel moeilijk, want ik wil heel graag wel veel delen met mijn kijkers, maar ik ben ook wel heel voorzichtig, omdat ik juist dit soort situaties niet wil hebben. Ja, dat denk ik wel. Maar was het tarwe mail of zakelijke mail? Maar ik snap het niet zo goed. Zaken. Wat kut. Rick doet toch helemaal niks fout? Hoe kun je nou Rick haten? Dat snap maar ik denk niet. Ook, ik denk ook dat zo mensen die dit doen ook het gevoel hebben van... joh, het is maar mail en dan gaat hij een keer naar de wasstraat en dan is het weer klaar, toch? Dat denk het is ik voor ook. De memes, toch, denk ik, dat ze het doen. Ze doen het echt omdat ze denken, oh, dat is mail fucking wel. Grappig. Maar bro, deze guy had volbedacht raden gek lijp mail gevonden wat gewoon in je lak vreet. Hoe ziek is dat? Ja. Ja, maar dan ben je toch ook wel mans genoeg om te zeggen... oh ja, sorry, dat was ik. Het lijkt mij. Ja, of... nee. Ja, dan ga je erbij blijven staan totdat hij terugkomt. Dan heb je ballen. Ja, maar wie doet dit? Hoe ziek in je hoofd ben je dat je mail op iemands auto gaat gooien? Waarschijnlijk denkt hij ook nog dat Rick dit grappig vindt of zo. Maar dit is toch gewoon, dit kan toch gewoon niet? Nee. Hoe moet je dit ook voorkomen? Ja. Vooral ook in Rick's geval, die inderdaad ook gewoon IRL streamt buiten zijn huis en zo. Dus maar hoe kun je dit tegengaan? Ik heb geen idee. Het is heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Als hij met zijn auto door zo'n droogstraat was gereden, had hij zo'n rijdende cupcake misschien. Dat is wel zeker. maar ik denk, je moet sowieso dit, hij zou dit moeten stofzuigen, maar dat is achteraf natuurlijk altijd. Ja, het is fucked up, Maar ja, dan is ook dan je filter naar de... Maar dit is wel een... Ik bedoel, als in... Ja, ik weet ook vanuit het draaien, weet je wel... In de DJ-wereld van DJ's die overal in Nederland op feestjes draaien... is het super gebruikelijk dat auto's te grazen worden genomen. Ik heb ook een keer een hele sleutelbos over mijn auto heen gehad.
En dus is het gewoon bij DJ's wordt er meestal eis je dan een beveiligde parkeerplek als je ergens komt draaien. Dus ja, is goed, ik wil best bij die feesttent draaien, maar dan moet mijn auto backstage kunnen, want anders dan kom ik niet, zeg maar. En dat is treurig dat dat moet, maar dat is wel hoe het gaat in die scene. Dus het is niet iets waar alleen streamers mee te dienen. Jan Smit heeft dit ook. Als hij zijn Q8 ergens op de openbare parkeerplaats in het dorp zet, dan wordt hij ook bekrast, zeg maar. Dus het is sneu dat het zo is, maar iemand zei net ook, het is voor de meme of zo. Het wordt voor de meme gedaan. Ik vind die zin trouwens ook wel vaak alles goed praten soms, hoor. Ja. Er wordt zo bedoelde ik. Ik snap inderdaad ook niet dat je het zo bedoelt. Maar de laatste tijd gaan wel heel veel dingen voor de meme. En is ineens, als het voor de meme is, dan is het minder erg of zo. Maar het is natuurlijk wel gewoon fucked up. Tuurlijk. Zeker weten. Maar dat komt natuurlijk ook. Je ziet het ook met die baksteen net. Dat we erom lachen. Maakt voor die personen dan het ook weer goed. Dat ze denken van, dat hoop ik niet. Nee, maar ja, dat is wel een beetje de message. Ja, ik bedoel, ik heb er ook om gelachen. Dat is gewoon vervelend. Maar dat is natuurlijk met heel veel dingen. Ik bedoel, als iemand... Maar dat vind ik een beetje een soort flauwe vergelijking. Want we hebben ook allemaal enorm kunnen lachen om Willem Holleder bij College Tour. Maar dat betekent niet dat ik in één keer alles support wat die man in zijn carrière gedaan heeft, toch? Dat klopt. Maar ik bedoel nu, zeg maar, je daarmee geef je die persoon die dat dan die baksteen heeft gedaan. Dat ze denken, super grappig, weet je wel. Net als met Mail. Als mensen zijn die dat grappig vonden. Ik weet niet, hij heeft het niet gestreamd, toch? Dat Rick, dat heeft hij gewoon, zeg maar... Nee. Het is gewoon gebeurd. Nee, dat vind ik dan wel raar inderdaad. Dat slaat op... Als je mail gooit over iemand zijn auto heen. Waarschijnlijk hebben ze het opgenomen. Vriendjes onder elkaar. Videootjes zal vast wel gemaakt zijn, weet je. Meestal is het in die zin wel... Wordt het wel gedaan door de jeugd, toch? Dus dat ik zo... Oh, kom, we gaan ik even pakken. Doe we pak mail. Het is spannend. Kijk, en zo'n baksteen is natuurlijk... Dat die man natuurlijk zegt van... Nou, kom maar op, weet je. Ja, natuurlijk kom je... Ja, dat zijn wel twee hele andere dingen, ja. Dat bedoel ik, ja. Ik zou dan ook komen voor die baksteen. Maar ja, voor dat mail, dat is gewoon qua ons gedrag van... filmpje maken, groepje onderling. Van die kijkers gewoon. Dat is wel het verschil. Dus het is hetzelfde. Ja, misschien een leuk TikTok filmpje of zo, weet je. Meestal gaat het op die kant, op die tour, zeg maar. Om zelf maar een beetje content te maken over de rug van Serpent. Weet je, dat zou ook kunnen. Het hebben allemaal verschillende dingen. En voor die jeugd, die vinden ziet het gewoon als kwaai. Ik weet niet, want als je dat weer online zet, dan ben je weer strafbare feiten aan het begaan op video. Misschien komt die video nog, hè? Misschien, hè? Nou ja, Rick is in de chat. Ik heb net wel in de chat dat het misschien door Luilak kwam, want dat was... Wie is dat? Wat die wedstrijd? Luilakken. Dat is, was dit weekend. Dat, Wat is dat? Ik heb geen idee. Ja, Luilakken is elk jaar, dat deed ik vroeger. Vroeger deden ze dat ook bij mij in het dorp. Luilakken is eigenlijk dat je gewoon met pannen, speakers, boter op de reling van flatgebouwen. Eieren op ramen. Eieren. Dat is een beetje Wat heb ik ook gewoon nationale qua jongensdag of zo. Ja, man. Ja, dat is wel echt een ding hier, man. Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Het is alleen in Noord-Holland, begrijp ik. Ik lees nu in de chat dat het alleen in Noord-Holland is, blijkbaar. Dat is lijp, bro. Wij gingen boter op de reling? Ja, man, we gingen gewoon met hele pakken eieren en boter. En op de ramen smeren. Ja, op een gegeven moment waren we een keer gepakt door de politie met mijn neef en zo. En weet ik van, was ik nog jong. En die man zegt, mag ik even jullie tas zien? Wat gaan jullie doen, jongens? Mijn neef laat ze zijn. Hij zegt, we gaan een reuze omelet bakken. Wel mooi hoe dit gesprek is gegaan van, nee, dat kan echt niet daar. Dat deed ik vroeger ook. En, vijf uur ochtends, ja. Vijf uur ochtends, oh, heerlijk. Ja, Luilak is gewoon die ene uitzondering, omdat het niet persoonsgericht is. Ik krijg een beetje de Purge vibes hiervan. Mijn moeder maakte me gewoon wakker voor dat, hoor, toen, hoor. Lag alles klaar, hoor. De mail lag klaar, de eieren lag klaar, alles lag klaar. Met het idee dat je gewoon lekker de hele wijk mag bekogelen met eieren. Alle ramen smeren. Het ging van kwaad tot erger, man. Ja. Maar op een gegeven moment ging brandjes stichten. Dat alles gebeurde op een gegeven moment. Maar er gebeurt een hoop met Luilak altijd, standaard. Zeker en met een auto in de fik, ja, dat gebeurt dan wel gewoon natuurlijk. Uiteindelijk ging die ook in de fik. Uiteindelijk gaat alles in de fik. Waar ik vandaan kwam, ging alles in de fik, dus. Voordat we te diep ingaan op... Was die baksteen gooien man ook op Luilak, of niet? Goed, voordat we te diep ingaan op dingen, op auto's in de fik... laten we richting Fems door hoofdonderwerp. Ik wil... Ja, weet je wat? Jij mag dit onderwerp inleiden, Fems. Hebben het over de ding. Het Songfestival. Ja.
ja, deze week uiteraard de twee halve finales en de finale geweest. En ik volg het heel graag. Of ik volg het al heel lang. Ik weet dat ook heel veel mensen waarschijnlijk in de chat het gewoon een kutfestival of een kutfestivalwedstrijd vinden. Maar nou ja, dat is toch, in Nederland wordt het niet altijd heel serieus genomen. Maar je moet er gewoon echt, en dat zeg ik heel vaak, je moet er echt met een knipoog naar kijken. Want het is heel campy, het is heel extra. Maar als je daar doorheen kijkt, is het echt een heel mooie, wedstrijd. En dit jaar waren er ook echt hele goede inzendingen. Heel veel landen die in hun eigen taal zongen. Waarvan Italië dan gewonnen heeft. Maar het was echt een bloedstollende finale, vind ik. Want waar de drie of vier meest indrukwekkende inzendingen stonden ook wel echt bovenaan. Met mijn favoriete Oekraïne. Maar ja, die vond ook niet iedereen heel goed. Maar, die Franse vond ik echt... Ja, er waren echt... Ik weet niet. Die was goed hoor, ja. Qua niveau... Ik voelde de emotie, voelde ik. Ja, ik vond het was gewoon echt beter. Maar er zijn ook wel wat wat unieke dingen gebeurd dit jaar. Oh. Namelijk dat er vier landen 0 punten hebben gekregen van het publiek. Waaronder Nederland. Maar sinds wanneer is dat met publiek en zo? Want dat herinner ik me niet van vroeger. Volgens mij is het een paar jaar eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja, die televoting? Ja. Nee, maar dat is al best wel lang hoor. Ik kan me echt nog wel herinneren. Dat is echt al lang. Het was vroeger, moest je nog gewoon zo'n 0900 nummer bellen. Maar had het zoveel impact ook. Zoveel impact ook, vroeger ook. De manier van de puntentelling is sinds 5 jaar nu anders. Dus het is wel een beetje hetzelfde concept van dan jury en de televote. Alleen de puntentelling is nu anders dan hoe het 5 jaar geleden was. Maar hebben jullie het gekeken deze week? Ja. Finale alleen, ja. Ja, ik vond het ook wel leuk om. Ik heb het eigenlijk vooral gekeken voor de show. Want die show en de techniek, het is echt bizar. Eigenlijk is het ook zo natuurlijk ontstaan. Hè. De publieke omroepen van zeg maar heel Europa hebben met z'n allen gezegd, wij moeten samen iets organiseren waardoor we kunnen laten zien wat ieder land qua techniek kan. Dat gebeurt dus ieder jaar weer ook. Maar volgens mij heeft Nederland echt weer gewoon de drempel gigantisch omhoog gelegd. Want wat daar gebeurde aan techniek. Ze hebben natuurlijk ook 2 jaar de tijd gehad om dit voor te bereiden. Hè? Maar ik vind wel dat we als land hier vooral ook heel trots op moeten zijn. Want het is een gigantische productie geweest. En het is eigenlijk, ondanks de positieve coronabesmettingen bij onder andere IJsland, is het wel best wel Duncan. Bij Duncan. Ja, dat was heel triest. Duncan zei zelf ook dat hij echt 2 jaar lang naar de finale avond had uitgekeken, zodat hij zijn optreden kon doen. Ja, en dat is heel zuur. Hetzelfde geldt voor IJsland. Zij hadden een positieve besmetting in hun delegatie, een bandlid. Oh. En ze zeiden ook van we doen of met z'n allen of niet. Dus ze hebben daar wel ook aan gehouden en ze hebben gewoon niet meer live opgetreden. Maar ze hebben wel de live on tape van de eerste tweede rehearsals volgens mij, of de eerste semi, hebben ze gebruikt voor de finale. En ze zijn nog best wel hoog geëindigd, dus dat is op zich wel cool. Ja, dat vond ik wel heel verrassend, Pum, dat Australië wel echt afgestraft werd door de telefoons, omdat hun er niet aanwezig waren in de eerste halve finale. Dus ik had eigenlijk wel een beetje het gevoel dat IJsland... En de inzending van Australië was gewoon heel... Je vond het of een leuk nummer of je vond het gewoon heel kut. Dus het was een heel polariserend nummer. Dus ik denk dat ze daar ook niet heel veel punten door hebben gekregen. Ja, ik hoorde voornamelijk alleen geklaagd dat ze door natuurlijk de reizen dingen vanuit Australië, dat ze niet konden komen. Ja, nee, ja. En daardoor klopt. Ziek op afgestraft. Ja, en uiteindelijk Engeland 0 punten, hè? Überhaupt 0 punten. Ja, dat vond ik wel pijnlijk, hoor. Dat was wel echt pijnlijk. Holy shit. Engeland, dat vond ik wel echt heel lullig. Je zou denken dat zij altijd goede inzendingen doen, maar Engeland heeft echt, volgens mij, van alle landen de minste punten. Van alles. Maar ligt dat aan de inzending? Want ik vond hem echt goed. Slecht. Nee. Ja, echt. Hij was heel slecht. Maar was hij 0 punten slecht? Ja, voor de finale maar wel, eerlijk, er zit ook wel in die songfestival zit ook wel gewoon veel politieke shit, eerlijk. Sowieso. En wat ik echt, kijk, ik volg eigenlijk die shit niet, maar gisteren waren we lekker zaterdag chill, bankie, ja, we doen het gewoon aan. Ik kon het ook echt op een gegeven moment, die gasten die de hele tijd eroverheen praat, die commentaar guys...
die bleven maar van die domme grapjes maken. Dat ik op een gegeven moment echt dacht van, gast, hou je bek gewoon even, weet je. Laat gewoon, kondig ze aan en laat me gewoon even luisteren. Maar als ze daar al zeggen van, dit is logisch hoor. Dit is logisch dat Finland op, weet ik veel, Zweden zoveel punten geeft. Ja, dat als ze dat al zegt, dat is dan toch al gek, of niet? Nou ja, in essentie hebben ze wel gelijk, hè? Want bijvoorbeeld de meme is dat Cyprus en Griekenland altijd 12 punten aan elkaar geven. Dus het komt wel ergens vandaan. Alleen met de commentators, hetgeen waar ik me aan irriteerde, is dat Sander bijvoorbeeld hele negatieve en hele snerende opmerkingen maken naar bepaalde acts. Terwijl ik ook dacht van oké, zo erg was dit niet. Nee, maar hij zit daar wel als een soort meme lord. Hij doet dat echt puur voor de memes. Het interesseert hem geen reet. En hij heeft die rol ook tegenover natuurlijk de naam die ik even kwijt ben. Cornel Maas. Hij is Cornel Maas, is gewoon degene die serieus is, weet je wel, die respect heeft. Ja, die memet ook wel, hoor. Ja, maar Jan Smit die doet het normaal en die maakt ook wel eens gewoon grapjes, maar wel op een andere manier. Ik had het idee dat Sander het echt deed, zodat hij maar een opmerking maakte elke keer. Doet hij. En Jan Smit die deed het wel echt op een meer gepaste wijze, vond ik. Ja, maar Jan Smit is zelf ook zanger, toch? Die heeft meer respect voor artiesten, denk ik. Het was wel een beetje zo geforceerd. Alsof hij zo bij elk iemand die in beeld kwam zo iets moest zeggen. Ah, die heeft lang met de föhn gestaan. Ah, die heeft vandaag zijn kontje gedaan. Ah, die heeft alsof hij gewoon zo van, ja, weet je wat, bro? Jij moet daar zitten, maar jij moet elke nieuwe scène moet je een grapje maken. En dat was hij wel aan doen, dus daar pet je af. Maar hoor. At the end is dat natuurlijk eigenlijk wel gewoon waarvoor die daar zitten. Hè? Het is wel zijn taak om daar commentaar te leveren. En ook zit hij daar wel omdat hij wat op die manier doet. Wat voegt commentaar toe tijdens die optredens of tijdens de uitslag? Een stukje duiding, denk ik ook. Ja. Ook gewoon, kijk, entertainment ook. Je snapt wel. Informatie van, maar als Jan Smit en Chantal gewoon zeggen. En dan gaan we nu aankondigen Cyprus met de puntentelling. Het is toch best wel een saaie show van zichzelf. Als in, laten we los ik van het zonder visueel spektakel. Nee, maar ik wil anders zitten gewoon 20 liedjes te kijken, toch? Het is toch wel fijn als iemand tussen die 20 liedjes door af en toe nog even wat zegt. Of er wordt nog wel een grapje gemaakt of whatever. Die, ja. Die commentators geven ook gewoon wat meer informatie toch over waar het liedje over gaat of zo. Of wat voor een betekenis erachter zit. Ja. Want dat hoor je volgens mij niet echt in de show, dacht ik. Of waar de artiesten, dat ze moeder, en dan zeggen ze iets over de moeders of zo, weet ik veel. Ja, ze hebben altijd hele rare informatie. Maar ja, het is toch net iets leuker om te kijken of zo. Ik heb volgens mij gisteren, want ik heb op Discord gekeken. Volgens mij heb ik gewoon de livestream gecheckt van NPO. Zat dat zonder commentatoren? Zou dat kunnen? Nee, zit er gewoon bij. Dan heb ik het gewoon helemaal uitgefilmd. Maar de Eurovision stream was waarschijnlijk wel zonder commentaar. Ja, die zat ik gisteren te kijken. Maar ik heb nog één vraag. Oh, ik ook eigenlijk. Oh, sorry. Assuma. Gaat het nog over het zongen? Want ik heb nog maar één belangrijke vraag. En dat is, zat hij er nou aan of niet? Nee. Onze Italiaan. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet. Okay. Hij heeft er een uitleg voor, hè? Het lijkt niet zo. Ik heb daar wel wat onderzoek naar gedaan. Hij is aan het juichen, toch? Of niet? Ze hebben daar bij die ik juich pit altijd zo, maat. Nee, bro, kijk dan. Kijk die rechterarm. Kijk die rechter. Ik bedoel, hij is. Nee, je ziet toch zo. Oké, mag ik even. Kijk, je ziet hem met zijn neus naar die tafel gaan. En op het moment dat hij dat doet, zie je die andere gozer hem nog een duwtje geven. Zo van, hé, goos, we zijn op camera. Dat zei ik ook. Dat zie je. Het is, kijk hier, dat duwtje van, hé, gap, we zijn op camera. Dit is voor mij geen twijfel mogelijk. En vervolgens komt hij nog het podium op. En het eerste wat hij zegt is, long live rock and roll. Ja, dan sorry hoor. Maar als je dan laten we het aan onze expert vragen, snoeterpoeder. Als je heel goed kijkt, heel goed. Ja. Als je goed kijkt, hè, dan doet hij dit met zijn neus. Doe maar. Je ziet hem die tik geven. Dus deze zo. En dat betekent voor jou? Ja, nou, dat is een hele snelle reactie. Want je moet heel goed het opstuiven. Dus, en dan schiet hij door naar boven. Dan komt hij door je keel heen. Waardoor hij in één keer toch die reactie krijgt. Van tering, hij gaat zo snel. Weet je, dus dan krijg je toch die shot. En want het is natuurlijk waarschijnlijk Nederlandse drugs die gemengd is. Ja, die is toch even wat heftiger. Omdat natuurlijk het gemengd is. Ja, dus dit is 100%.
Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, uit. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Is dat gedisqualificeerd? Nou ja, daar wordt nu om geroepen, maar dat vind ik wel bullshit. Ik bedoel, het is een muziekwedstrijd met rock'n'roll artiesten. Ik bedoel, een rock'n'roll artiest die coke snuift is in principe niet echt heel erg out of the ordinary, toch? Dat, ja. Ze mogen zich ook helemaal lam zuipen daar. Ja, dat vond ik. Dat zei iemand nog gisteren. Van ja, en er staan daar wel gewoon flessen champagne op tafel. En niemand doet daar raar over. Maar als nou, dan... nee, maar dat snapte ik dus niet. Want er was ook in het nieuws gisteren dat de Green Rooms 0.0 alleen maar zouden schenken. Vanwege corona. En dat anders mensen met drank op te veel bij elkaar de delegaties et cetera zouden inzitten. Maar toen zat ik te kijken. Ik denk, nou, ik weet niet wat daar op tafel staat. Maar dat is zeker geen 0.0. Tuurlijk niet. Nee, als je goed kijkt. Nee, maar kijk, als je goed kijkt. Kijk. In principe, buitenlandse mensen hebben het altijd zo'n klein baasje met zo'n scheplepeltje. Dus ja, je ziet al wat hij doet met zijn armbewegingen. Dat hij het waarschijnlijk al met zijn hand erop gelegd heeft. Ja, en dan is het een kwestie van, zie je dat handje daar al? Zie je dat handje? En dat is precies op het plekje. Dat is precies op het plekje uiteindelijk waar hij het ook weer opsnuift. Dus in principe daarom mag ik het tegenargument geven? Dat is zeker, niet omdat ik, dat is niet omdat ik het veel kijk of omdat ik er zo omdat ik er investeerd in ben. Dat is gewoon objectief. Ze hebben daar twee tafels staan en je ziet dus waar die kom staat met die flessen. Dat is eigenlijk heel moeilijk, want hij zit te hoog. Mm-hmm. Dus ja, ze hebben zelf aangegeven van, dat doen wij niet. Ja, ja, kijk, wat kan je dan nee, maar vindt hij maar vind het leuk om tafel... Ja, maar vindt hij het leuk om tafel... Laat me even uitpraten. Ja, nu ben ik mijn verhaal kwijt. Nee. Jij zei, die tafel is te laag, Femmes. Je zei, die tafel is te laag. Ja, ze hebben daar twee tafels staan. En er was vanaf een andere kant dat hij te hoog zat. En dat er eigenlijk niks op die tafel lag verder. Dus ja, of het zo is, we weten maar het niet. Nee, maar ze hebben zelf laten testen, maar ze hebben zelf uitleg gegeven. Ze hebben uitleg gegeven, er was iets gebroken. Nee, of zo, kijk, dit linkje in de chat nu. Ja, dat is wat ze gezegd hebben. Maar ik heb dat ook altijd, man. Als er gebroken glas op de tafel ligt, dan denk ik, dan moet ik even opsnuiven. Dat is wel dat is altijd de beste manier om dat op te lossen, toch? Serieus, waarom? Daniel heeft wel zo'n snuifneusje, eerlijk. Wat zei je? Daniel heeft wel zo'n snuifneusje. Die tijden zijn ver achter mij. Die tussenschotjes helemaal weggevreten. Maar serieus, het slaat toch nergens op als het glas is. Het is makkelijk om je ja tegen te zeggen. Of om te gaan zeggen van ja, dat hebben ze uiteraard gedaan. Want dat is natuurlijk het spannende verhaal. Maar ik ben er niet 100% van overtuigd. Puur maar het slaat toch nergens op. Shot hadden. Als het glas is, slaat het nergens op dat die ene zo kijkt van hey, gast, wat doe je nou? Dat ja, is wel duidelijk. Omdat die camera daar staat. Ja, dan ik wil dan van hey, doe even leuk. Ze moeten zwaaien, precies. Yeah. I look at this and I was like, what the fuck, Thomas? And I know that it appears like but I never did cocaine in my entire life. I never did cocaine in my entire life, zegt hij. Ja, en hij zegt dus dat er een glas naast hem kapot viel op de grond. En dat die Thomas die naast hem zat, dat hij zoiets had van... What the fuck, Thomas, gebeurt er? Maar als we dat fragment dan weer terugkijken, dan denk je echt... Nou, ik weet niet wat jij aan het uitleggen bent, maar zo ziet het er niet uit, vriend. Nee. Maar ik ben helemaal niet van de drugs. Maar is het niet zo dat je meer, zullen we zeggen, een klein beetje doet in plaats van een lijntje? Omdat het zo geconcentreerd is hier in Nederland? Of zeg ik nu iets heel doms? Want ik ben er helemaal niet in thuis. Maar toen ik het aan iemand liet zien die wel eens drugs doet, die zei... Ik zei van, hij deed drugs, denken ze. Toen zei ze, oh, deed hij echt zo? Toen zei ik, nee, hij deed echt zo. Nee, hij doet niet zeg maar zo. Wat nee. Ik al zeg. Kijk, hij heeft waarschijnlijk, hè, speciaal voor jou, leg je wat op de tafel. Yeah. Hij doet zijn gezicht erbij, waardoor hij dus een goede druk naar zeg maar naar binnen doet. Dat is echt deze. Weet je, maar je ziet die druk van zijn gezicht, zie je bewegen. en dat is 100%. Als je nog één keer kijkt, dan zie je op het laatste moment dat hij omhoog komt, zie je die beweging, het drukeffect. En daarop baseer ik het, dat het 100% zo is. Ja, ik snap je, het ziet er vet raar uit, maar je weet niet zeker wat daar gebeurt. Je ziet het via een camera. Ja, je weet het is gewoon... De camera staat op een hol. Ja, maar goed. Stoot hij wel net zitten. Je weet het nog even ik goed wil het nog één keer. Ik zal het er nog één keer bij pakken. Ik zal het er nog één keer bij pakken in slow motion. Voor mij is er weinig. Terwijl ik ben wel team snoeterpoeder. Maar dit is toch ook de play... Waarom doe je dat daar? Dat is toch omdat je dus rock'n'roll bent en zoiets hebt van... Ik ben godverdomme rock'n'roll. Kijk zijn hand. Kijk bij zijn hand. Hij doet het precies in de hoofd van zijn hand.
twijfel mogelijk, maat. Nou, maar waar is de hand? Welke hand? Ja, je ziet hier die hand achter het flesje. Links voor Sam. Linkerhand zie je die hand toch? Ja. Hij is maar wat heeft hij in zijn hand dan? Want hij doet het niet zo. Hij heeft dit nu zo. Hij zit niet bij zijn hand. Hij zit niet bij. Hij zit verder dan zijn hand. Kijk, hier zit zijn hand. Gewoon niet. Hij doet dit, toch? Kijk, zijn hand is hier en hij zit hier. Toch of niet? Hij zit hier. Hoe fucking lang is zijn pink, bro? Echt. Kunnen we even een zo'n Dalsim pink van Street Fighter. Ik pak wel even, doe even reconstructie, ja. kijk eens naar diegene die naast hem zit. Kijk, als die naar beneden kijkt, dat heb ik niet op gelet. Dat is nu. Ja. Als diegene naast hem naar de tafel naar beneden zit te kijken, kijk daar eens naar. Ja. Ik ben detective Snoeter, hè, 100%. Ik ben een doordenker. Kijk eens naar maar die persoon. Maar wat? Je bedoelt hij die doet een drugstest, toch? Dan weten we het. Ja, dat gaat hij doen. Ja. Hoe lang hij gaat in eigen zitten, land. Hij gaat in eigen land. Ik hoor Daniel niet meer. Nee, niet gek. Nee. Sorry, ik had op mute gedrukt per ongeluk. Ik was aan het schreeuwen. Ik zeg, als hij in eigen land zelf een drugstest gaat doen... Daniel was even aan het snuiven. Oh ja. Ja. Doet hij dat in eigen land? Ja, ze gaan nu eerst terug naar Italië... en dan gaan ze zelf met hun eigen management een drugstest doen... en die sturen ze dan terug naar Eurovisie. Ja, tuurlijk. Ja, dat is maar inhakend hierop. Ik weet niet of jullie streamer kennen. Annie Fuchsia... is een World of Warcraft streamer. Zij was toen ook een keer, deed zij zo op stream. Zo, en toen kwam ze zo online. Deed ze zo en zo. Dat was haar beweging. En dat was toen op Reddit gekomen. Ja, ik probeerde het te googlen, maar die clip is verwijderd. Dus je kunt het niet meer zien. Maar zij heeft dus iedereen dacht dat zij daar ook eventjes iets van pep nam of zo voor de stream. Want ze was ook midden in zo'n nieuwe release, weet je wel. Dat je full focus moet zijn. En volgens mij heeft zij nog nooit drugs gebruikt. Dus dat leek ook heel erg. En dat was dus niet zo. Ja, dat stukje van jou kan ook geklipt worden en op Reddit. Nu kan het ook, ja, inderdaad. Maar gecanceld. Het is wel gewoon heerlijk. 2021, fuck. Heel dat festival, iedereen heeft het alleen maar over... heeft die guy gesnoven of niet? Het is toch gewoon heerlijk dit. Ja, vind ik ook. Genieten. Fams die gaat echt dood van me. Ik denk, jezus, al die jaren heb je al die moeite. En dan iedereen praat over snuiven. Oké. Okay. Godverdomme. Ik heb nog wel een onderwerpje. Deze kwam vandaag binnen. Deze gaat over Ariana. Misschien kennen jullie haar. Een Nederlandse streamer die in het Engels streamt. Ze woont inmiddels ook in Zweden, als ik me niet vergis. Shout-out naar Ariana. Ariana is een toppertje. En dan kregen we vandaag in één keer het bericht binnen... dat een van haar fans... die heeft een ultiem eerbetoon aan Ariana gebracht. En kijk even naar de stream. Dit is het eerbetoon aan Ariana... someone from my community got this tattoo with my face on it. Such an honor. Dit is for real, ja. De tattoo is overigens ook best mooi gelukt. Het gezicht van Ariana staat er best goed. Ja, ze zeiden dat het een... Ja, het ziet er echt precies uit zoals haar. Ja. Het is echt... dat heb ik ook gereageerd. Van het ziet er echt uit als jou. Het is echt heel goed gezet. Maar... ik had wel zoiets van, wow, dit is wel heftig. Het ziet er wel een beetje uit als Photoshop. Ja, dat vind ik ook. Ik vind er ook Photoshop uitzien. Ja? Maar laten we even ervan uitgaan. Even voor het gesprek. Als het uiteindelijk Photoshop is, dan horen we dat binnen een week nog wel. Maar ik ga er niet echt van uit, want zij kent hem ook. En, Ik ga er niet van uit. Paper heeft dat toch ook? Een fan die dat heeft. Alleen dan het logo. Een pepertje. Ik vind zo'n echt het foto van je hoofd. Dat vind ik wel heftig. Kijk, als je een logo van bijvoorbeeld Fams of zo. Die vind je een mooi logo hebben. En je voelt heel connected met die server of met die kanaal. Dan snap ik het nog. Maar echt zo'n foto van een hoofd. Ook echt hier zo. Bam. Een logo is weer anders inderdaad. Op zich een logo van iets. Weet ik veel. Dat zal wel meer. Maar echt je hoofd. Dat is wel vreemde shit hoor. Mensen die Ariana niet kennen, bijvoorbeeld familie van hem of zo, ze denken, is dat je vriendin? En dan zegt hij, nee, ik ben fan van haar. Ja. Jezus. Chantal Jansen heeft toch ook van die fans die dat hebben? Die Chantal Jansen op hun kuit hebben staan en zo? Het is wel, lijkt me wel echt een... Nou, dat is toevallig. Maar, ja. Intens. Ik denk dat gewoon net een stap te ver gaat in... Nou, de vraag die ik eigenlijk wilde stellen is... kunnen kijkers te ver gaan in hun adoratie voor een streamer?
Op financieel gebied niet. Nee, grapje. Nee. Ik vind het tattoozetten niet te ver gaan eigenlijk. Ja, het is toch zijn eigen lichaam. Of jij nou een vlinder op je tiet zet of een foto van iemand op je... Ja, ik vind wel, weet je, iedereen mag doen met zijn lichaam en alles wat hij wil. Ja. Maar als het dan gerelateerd is aan iemand, vind ik... Laat ik het zo zeggen. Ik zou wel gelijk zeggen, bro. Kijk, leuk en aardig. Maar waar is mijn portretrecht, bro? Waar is mijn portretrecht? Mag ik even een vraagje aan jullie allemaal. Stel dat een van jullie longtime viewers zou zeggen... Hey, luister, ik ben nou al zo lang ben ik fan. Ik wil een tattoo van jou zetten, Mattia. Vind je dat oké? Okay? Dat is me wel gevraagd. Maar niet van mijn hoofd al, maar wel van de... Tenminste, denk ik. Ja. Ik zei, ja, daar moet je heel lang over nadenken. Als jij dat graag wil doen, dan moet je dat doen. Ja, hij is een vrije huiself. Dus hij mag het lekker zelf weten. Of die dat, maar... Is er iemand die van ons hier die zou zeggen, nee, doe maar niet. Ik lever full HD foto's aan. Echt. Ik betaal de tattoo. Moet je nog een cut file hebben? Ik betaal de tattoo. Ultieme promo. Nee, man, bro. Ik zou dat wel echt vreemd vinden, man. Eerlijk. Ja. Ik bedoel... Ja, ik weet niet, man. Dat lijkt me echt heel gek, ouwe. Het Morgenlogo zou best wel nice staan, toch? Zo, Die snor is wel nice. Ja, die snor. Die gewoon, En die kunnen vrouwen ook nog op verschillende lippen zetten. Dus dat is nog zeker. Ja, maar ik vind dat er een gap zit tussen, weet je wel, een meme of iets wat in je chat een standaard ding is. Zoals, weet je wel, bij Don, de 99. Dat je dat laat zetten. Ja, top. Is gewoon leuk. Maar ja, dat is inderdaad een logo, inderdaad. Een hoofd is wel anders dan een logo. Ja. Hoofd is vreemd, man, bro. Ja, hoofd gaat wel echt ver. Maar stel nou, je hebt een sleeve, weet je wel, met allemaal piratendingen en er zit een zeemermin op een steen. En die hoofd van die zeemermin is dan jouw hoofd, want dan vindt hij toevallig net een leuke hoofd. Zou je het dan ook nog erg vinden? Ik vind het sowieso niet erg, maar... Ik zou het wel gek vinden. Het verschilt ook aan als iemand helemaal... Ik zou wel vet vinden eigenlijk, maar heftig. Ja. Wat zei je, Lisa? Het is wel vet. Nou, het is wel raar, want als iemand bijvoorbeeld helemaal onder de tattoo zit... en dan heel klein ergens een naam of een logootje laat tatoeëren... dan is het heel anders dan als iemand helemaal lege arm heeft... en dan pontificaal jouw hoofd op die bovenarm. Dan zou ik zelf zoiets hebben van, yo, dit is best wel heftig. Ja, ik zou waarschijnlijk zeggen van, weet je het zeker? Maar als ze het willen doen, ja, hun lichaam. Ja, dat is het vooral. Ik zou jullie wel wat vertellen, wat er gebeurt. Oh, nee. Het is dat de hele corona gebeuren is geweest, zeg maar, toen alles dichtging. Er was een fan die was fan van mij, die doneerde €1750. En het is dat die tattoo shop dicht is, want anders had ik zijn naam, zeg maar zijn Twitch-naam, zeg maar bovenop mijn andere tattoo had ik dan gezet. Jij doet gewoon dus andersom. Als mensen gewoon genoeg doneren, dan komen ze op jouw lichaam. Ja, nou, wat die tub-streamers doen met die stift, ik dat doe jij gewoon IRL. Nou, weet je wat het is? Ik was zo ver, ja, weet je, dat zeg ik. Mensen hoeven mij helemaal niet te doneren, maar die gozer die was niet goed in zijn hoofd, denk ik. En uit terugwaardering denk ik, je zegt ja, maar ik heb een Playboy bunny boven mijn snikkel. En hij heette toevallig Pornstar. Ik zeg ja, die ga ik laten tatoeëren speciaal voor jou, omdat jij gedoneerd hebt. Ja, maar ja, en nog niet eens twee dagen later dat het eigenlijk zover was. Ging alles dicht, dus ik moet nog, het moet nog gebeuren, maar het dus gaat ook wel. Gaat het nog wel doen. Maar mag ik even? Dus jij had zoiets van snikkel. Playboy Bunny, pornstar, dat is helemaal perfect. Dat is het. Ja. Dus het is bij mij andersom. Ja, ik vind het niet erg, toch? Leuk. Kijk, zolang je er gaat... Kijk, ik denk zelf... Weet je, die man hebben het dan waarschijnlijk laten zetten van... Ariana iets, geloof ik. Ariana. Ariana, ja. Ja, kijk, zolang zij er geen last mee hebben, weet je. Ik bedoel, maar ja, als ik een beetje naar die foto kijk... Je kijkt een beetje snel in die achtergrond... hoe die een beetje eruit zal zien... Dan zou je, ja, misschien krijg ze er wel last van, denk ik. Weet je, dus ja. Je zet het niet zomaar. Dan is hij maar gek op haar. Wat vindt ze er zelf van? Ik zelf zou weten we wat Ariana er zelf van vindt? Ariana vindt het volgens mij wel mooi. Ze had er een hartje bij gezet en een beetje zo'n soort blozende emoji. Dus waarschijnlijk heeft ze een beetje het gevoel van... Nou, het is een mooi gebaar, maar het is ook wel heftig, denk ik. Ik denk dat ze daar zo maar een beetje... Maar je kunt er ook niets meer over zeggen, want het is al gezet. Maar, dus, ja. Ja, heel eerlijk, zeg maar. Kijk, ene kant is het natuurlijk vet hè, als iemand een tattoo van jou zet op je lichaam. Maar aan de andere kant denk je, oké, weet je wel, waar houdt het vervolgens op? Want nu zit die tattoo op het lichaam met mijn gezicht. En wat gebeurt hierna? Want ergens is het toch stiekem ook wel een klein beetje creepy. Ja.
Heb jij geen zieke fans dan, Daniel, gehad? Heb jij wel een zieke fans, weet je, dat je echt denkt van wow, shit, man? Nee, joh. Kijk, ik bedoel, het ergste, wat ik heb wel ooit een keer gehad, dat de, toevallig laatst nog hebben ze het logo van ons programma inderdaad, maar daar hadden we het net ook al over. Logo's en dat soort naampjes, dat is anders. En eentje die ik zelf wel mooi vond, maar dat was meer gewoon dat iemand zei van ja, ik luister naar je radioprogramma en we hebben ons kind naar je vernoemd. Maar ja, goed, Daniel is dan ook wel weer een vrij generieke naam, dus dat is ook weer niet zo bijzonder natuurlijk. Maar de middelnaam was Lippens, toch? Dat was wel mooi geweest. Hij heet Lippy. Nee, maar ja. En Igmar heeft dat volgens mij ook wel eens een keer gehad. Die kreeg ook zo'n, Ja, maar dat, is, laat ik zo zeggen. Oh ja, ik kan wel vertellen, één ding wat wij ooit hebben gehad, wat echt heel weird was, maar dat is lang, lang, lang geleden. Toen was er een soort van fan en die stuurde ons altijd berichtjes en dat was een of andere huisvrouw en die was helemaal lijp van ons. En die stuurde altijd berichtjes van, oh, ik vind jullie zo geweldig. En op een gegeven moment kwam er een berichtje met, als jullie straks naar huis gaan, kijk eventjes onder de boom bij de uitgang. En toen dachten wij, oké. Dus wij onder die boom kijken. Toen lag daar inderdaad een fles wijn voor ons verstopt. Helemaal met een kaart en zo. En die was dus echt helemaal daar naartoe gereden om die fles wijn voor ons te verstoppen. Dat is ook wel weer lief. Dat vond ik ook wel weer schattig. Maar ik was daar nog steeds niet heel beangstigd van. Ik zeg je wel heel eerlijk. Ik zei wel toen, Ivo, we gaan die fles wijn niet opdrinken. Want je weet niet wat ermee gedaan is. maar verder, ja. Dat is wel het meest creepy wat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb toevallig vorige week parfum gekregen van een kijker. En? Maar dat was wel gewoon lief. Van hun eigen geur, of... Nee. Lichaamsgeur van Johnny 669. Balzweet opgevangen. We hadden een keer op de stream over parfum en toen zei ik van ja, ik wil die eigenlijk nog wel een keer kopen. En toen vroeg hij van ja, vind je het goed als ik die van jou koop? En toen zei ik ja, oké, ja, doe maar. Ja. Was het en wel een hele dure? Nou ja, hij is niet heel goedkoop. Wat was het? Het was geen Chanel, maar het was Angel. Het broertje of zusje van Elie. Ja. Ja, ik weet al genoeg. Ik weet nou, toen ik nog bij Slam werkte, hebben we wel eens een envelop gekregen ook met €50 en haar erin. Yeah. Fucking ranzig. En zo'n heftige brief en zo erbij. Dat je denkt van ja, weet je, die €50 is lekker, maar ja, we moeten het eigenlijk wel even terugsturen. Maar wat was het? Ze komen weer retour gestuurd. Maar hè? Hoezo retour gestuurd? Ik snap het niet. Dus je kreeg €50 aan haar? Ja, we hebben meerdere enveloppen gehad van een fan die een hele brief schreef aan ons DJ's. En daar ook op een of andere manier geld bij in stopte. Eigenlijk het ouderwetse doneren. en daarbij dus ook gewoon haar. En waarschijnlijk gewoon een eigen pluk haar of iets. En dat is echt meerdere keren doorgegaan gewoon. Maar dat werd dan teruggestuurd. Dat is ook niet lief. Ja, maar wat doe je dan? Je gaat ook niet die €50 aannemen. Tuurlijk wel. Jawel. Tuurlijk wel. En dat haar? Ja, Jordi, jij moet nog veel leren. Yeah. Gewoon aanpakken die handel. Nee, maar nu zit ik een half jaar op Twitch, dus ik had het nu gewoon gehouden. Maar daarvoor was het ongemakkelijk. Bro, dit heb ik wel. Ik weet niet of die guy in de chat zit, man. Maar dat hebben we allemaal teruggestuurd. Mediapolitie ingeschakeld en zo. Dat is fucking weird. Nee, ik had dat ook een keer, man. Ik was in Soesterberg. In ieder geval, daar heb je dat museum voor al die... gevechtsvliegtuigen, noem het maar op. En ik was daar voor een campagne, Let's Go Stacks. Maar in ieder geval, en een kijker van mij, die echt een long time viewer. Opeens, ik kom terug naar mijn auto, bro. En ik zie onder mijn ruitenwisser, zie zo'n envelopje. En ik pak hem zo. Ik denk, hè? Ik denk, what the fuck, voor morgen of zo? Ik doe het open met een briefje van 20 erin. en een briefje van, hey, thanks of zo. Ik denk, oh, what the fuck gebeurt? Dus ik ben zo, weet ik ben alleen op zo'n parkeerplaats. Ik kijk zo om me heen. Ik dacht echt, oké, dit is wel creepy. Maar uiteindelijk wist ik wel wie het was. En dat is gewoon een long time chille gast, weet je. En die haalde gewoon een grapje uit van, hey, ik heb je een donatie gegeven in het echt. Dus toen zat hij zo in de bosjes zo. Hij was in de bosjes zo aan het kijken naar mij zo. Dus ik ga je later maar ook gaan huis. Maar ik vind ook eerlijk gezegd, ik vind dat als jij donaties aanneemt op je Twitch en iemand komt in het echt naar je toe en zegt, joh, ik wil je €20 geven omdat ik je content dope vind, dan moet je daar niet in een keer heel raar over gaan doen. Bro, ik heb hem gewoon aangenomen. Ja, ik heb waarschijnlijk onderweg een subbeetje gehaald of zo. Ik ben prima, man. Ja, toch? Ik had het gezegd tijdens mijn subbeton dat als mensen een envelop door mijn brievenbus zouden doen, dat die minuten dubbel zouden tellen. Want ja, dan hoef ik geen belasting over te betalen. Nee, maar mijn vriend hoorde dat. En die had meteen maar €100 gegeven. Zegt hij, zo, ga nog maar even langer door. Oh, die vond het wel heerlijk dat jij even een paar weken gewoon hebt gegeven. Die heeft de tijd van zijn leven gehad. Die zit maar eerst volgende subbeton. Ja. Wacht eens even. Die guy heeft gewoon al die tijd allemaal random accounts aangemaakt. Dat is hem, ja. Kut. Ze gaat bijna stoppen. Wacht even.
creditcard. Ja. Als hij zwart geld gaf hij dan weer door aan mij. Dat is wel... Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Gewoon 20 uur. Gewoon een week met de boys. Okay. Ja, precies. Zullen we heerlijk. Naar ons main topic? Wat echt een drieledig topic is. Ja, we moeten het natuurlijk weer hebben over ons favoriete onderwerp, de hot tubs. Twitch heeft gereageerd. Oh, ja. En er is nu een aparte categorie voor hot tub streamers. Er is een hele blogpost aangeweid. En de blogpost heet Let's Talk About Hot Tub Streams. En ja, wat zegt Twitch je eigenlijk in die blogpost? Daarin hebben ze het nogmaals over de policies die al golden. Dus dat je dus niet... zomaar naakt mag zijn op het platform. En dat je alleen in toepasselijke gelegenheden badkleding mag dragen. Dus aan het strand of in bad. Of ja, wat was het? Strand, bad. Hot tub. Zwembad. Oh, ja, en zwembad inderdaad. Nou, dus wat Twitch eigenlijk zegt. Hun antwoord is... Being found to be sexy by others is not against our rules and Twitch will not take enforcement action against women or anyone on our service for their perceived attractiveness. Dus wat Twitch eigenlijk zegt is, ja, maar het is niet ons probleem dat jullie die vrouwen aantrekkelijk vinden, want wij zijn er niet om te bepalen wanneer iemand sexy is of wanneer niet. Dus ja, maar wel komen ze nu de mensen die geklaagd hebben tegemoet met een nieuwe categorie... pools, tubs en beaches. En daar ben je verplicht om te streamen als je dus zeg maar een bikini aan hebt onder die uitzonderingsregel. Dan moet je in die categorie zitten. Ja. Maar we hebben het hier over situaties waarin je normaal badkleding zou dragen. Maar is dat ook zo als jij in een kamer een hot tub neerzet in een bikini met een camera erop? Of is dat als jij met vrienden buiten in een hot tub zit te chillen? Ja, nou ja, het is zo, ja. Ja, maar ja, kijk, ergens is het natuurlijk lastig ook. Want ik snap wel dat er uitzonderingen zijn, toch? Want je wil misschien ik kan me voorstellen dat er wel degelijk een context is waarin je op het strand wil streamen in een zwembroek, zeg maar. Ja, maar dat zegt ze toch ook dat niet erg is? Ja. Dat is toch oké? Okay. Maar het is gewoon niet lastig, bro. Het is gewoon fucking muf. Maar kom op, ze doen het erom. Net als die subbaton, ze doen het er. Nee, grapje. Nee, maar het is gewoon, bro, kom op, man. Laten we er even niet omheen draaien. Het is gewoon, we kunnen er niet aan doen dat jullie die vrouwen sexy vinden, met alle respect, hè. Maar het is gewoon, fucking hell. Je kan er niet zo duidelijk over zijn. Maar ja, dit gaat gewoon wel even te ver, jongens. Kom op. Het is niet omdat ik denk van, dit is mijn platform en zus en zo... I don't give a fuck daarom. Alleen, als je hiernaar kijkt, het wordt er gewoon om gedaan. Want die vrouwen weten echt wel gewoon, bro. Het gaat niet om dat je even lekker met als fams even op het strand even chillt met wat vrienden. IRL backpackie mee. En ze zit daar toevallig in een bikini. Nou ja, dan is dat zo. Maar al zit jij inderdaad in een badkuipie met een banaan tussen je benen en zus en zo. Bro, je weet gewoon... 90% van de kijkers, dat zijn mannen. En die gasten zitten gewoon zichzelf af te trekken. Dat is gewoon hoe het is. Ja, maar dat is dus wel het punt wat Twitch... Maar het punt wat Twitch dus maakt is... Ja, maar dat die mannen zich daarop af zitten te trekken... betekent nog niet per se dat de vrouwen het daarom doen. Ik heb trouwens... Ze doen het toch niet daarom, ze doen het voor het geld. Ja, ik durf hier... Net heb ik al niet dat ze me aardig vinden in de chat. Dus ik denk dat ik maar even mijn mond hou. Wat? Hé, hoezo? Nee, hoezo? Wat? Je mag het toch gewoon zeggen? Je mag toch gewoon zeggen wat we vinden? Ik riep al een maand geleden toen dat net bezig was. Of misschien is al twee maanden geleden. Ik zei meer van... Laat ze gewoon andere... Weet je, ik heb helemaal geen probleem daarmee dat die vrouwen dat doen... Alleen niet in de IRL-sectie. En nu is er dus een andere sectie gekomen op Twitch... waar ze onder vallen. Waardoor als kijkers die naar subbatons kijken... waar heel veel IRL-content is... niet in hun recommended al die hot tub streamers krijgen. Kijk, maar bijvoorbeeld mijn schoonzus of mijn andere schoonzus... die kijken ook Twitch. Hè? Die kijken dan naar mijn subbaton. En vervolgens starten ze Twitch op. En dan krijgen ze allemaal recommended hot tub streamers... omdat dat in IRL staat. En nu is dat weg, hoop ik tenminste... dat de uitkomst is van deze nieuwe categorie. Dus nou hebben wij er toch ook geen last meer van... Nou ja, je kunt het nu ook blokkeren. Dus als je het gewoon helemaal niet meer wil zien, dan... Oh, is dat zo? Ja, je kunt... Oh, shit. Als je nou op die hot... Je kunt volgens mij elke type categorie gewoon blokkeren.
Dan krijg je het ook niet meer te zien. Waarschijnlijk ook niet meer in je aanbevolen. Dus dat is wel een goede oplossing op zich. Ja. Maar ja, voor nieuwe mensen is dat natuurlijk... Ja, als dat nog steeds op die frontpage staat... dan zullen ze het nog altijd zien. Dus ik weet niet of het probleem dan 100% is opgelost. Nee, ik heb er persoonlijk ook niet zo'n hele groot issue mee. Alleen ik heb gewoon een twijfel of dat op Twitch hoort. En ik vind het gewoon raar, omdat er in het verleden... ook bodypaint streamers gewoon geband zijn geworden... omdat ze te seksueel waren. Maar dan wordt dit dan wel ineens goed gepraat. Ja. Dus ja, ik vind het wel vier Poolse gasten in een klein zwembadje... Ja. ergens in bij een wasmachine. Ja, ik vind dat zijn geen Poolse gasten, dat zijn Nederlanders. Dat is God, Jordi en Co. Ja, ik zag daar... Oh, pools, hot tubs en beaches. Ja, ja, ik dacht, pools. Nee. Goedemorgen. Lekker man. Ah, dat vind ik heel grappig. Dat vind ik heel grappig. Er zijn nog niet echt mannen geweest of zo... die ik heb gezien in zo'n hot tub, hoor. Nou ja, ze zijn er nu. Meer voor de jokes. Oh ja. Ik kan het even laten zien. Ik zal even een shout-out naar Gold Jordi Games... die inderdaad nu op dit moment zitten zijn met vier mannen in een tub. Zie je daar pools? Heb ik nog niet eerder gezien. Maar mannen zijn natuurlijk niet zo succesvol, want vrouwen die gaan daar echt niet voor betalen. Maar blijkbaar zijn er wel mannen die betalen voor vrouwen speciaal voor jou wilde ik eventjes in een hotelpje, hoor. Dat mag je best doen, maar ik ga er geen cent voor neerleggen. Zou jij niet naar mij kijken? Daarom zijn we zo boos als mannen, nee joh. Nee, ja, dat is het. Nee, dat is het echt niet. Dat boeit mij geen ene reet. Nee man, dat boeit mij geen ene reet, dat ze daar geld mee verdienen. Maar het is gewoon zo gek dat... Alles wordt nu zo tegenwoordig zo verdraaid. Zo alles moeten we maar accepteren. Alles van, hey, we kunnen er niks aan doen dat jij dat sexy vindt. We kunnen er met z'n allen niks aan doen dat mensen zich op deze manier willen uiten. Dit is hun artistieke vrijheid. Rot op! Nee, maar rot op, waar denk je dat het vandaan komt? Wat? Zeg maar dat sentiment van dat waarom reageert Twitch... Ik weet het wel. Nou, ik denk dat het echt uit die... Het is een beetje die woke cultuur, toch? Dus in Amerika, en zeker in Silicon Valley... is iedereen heel erg bang om ook maar iemand voor tegen de borst te stoten... of iemand voor het hoofd te stoten... en een groep, zeg maar, te benadelen. Ja. En dus is ook iedereen heel erg bang om vrouwenonvriendelijk gevonden te worden. En ook bedrijven zijn heel bang om vrouwenonvriendelijk gevonden te worden... En juist. Ik denk dat die wokeness, om het zo maar even te zeggen... dat Twitch ervan weerhoudt om hier heel hard op in te grijpen. Omdat het natuurlijk heel makkelijk... Stel dat Twitch wel zou zeggen van we willen dit van ons platform af hebben... dan is het natuurlijk heel makkelijk gedraaid naar... stelletje vrouwenhaters, ze respecteren het vrouwenlichaam niet in zijn natuurlijke vorm. Dat, maar ja. Het is natuurlijk ook zo. Twitch verdient hier ook vet veel geld. Nee, maar dat geloof ik niet, Lisa. Nee, maar Lisa, tuurlijk wordt er geld aan verdiend. Maar ik geloof niet dat Twitch deze keuze maakt puur en alleen op basis van het geld. Want dit platform heeft een 20-jarenvisie of zo. En ik denk dat die paar euro's nu dat maakt denk ik niet het verschil. Ik denk echt niet dat het een financiële keuze is. Ik denk dat ze echt puur te maken heeft met hoe wordt het platform bekeken door mensen van buitenaf. Denk ik echt. Want die... Ja, maar ik denk juist dat het tegenovergestelde ook waar is, toch? Kijk, bro, volgens mij zitten wij op een heel mooi platform waar man en vrouw en wie de fuck dan ook, hoe je ook wilt noemen, dat je dat gewoon hier kan doen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat vrouwen ook juist weer met deze categorie en deze streams weer denken van ja... Nu ben ik ook weer even naar alle vrouwen. Want ik bedoel, jullie doen het niet. Maar gewoon dat je misschien zo... Dat de mensen ook in jouw chat weer gaan komen. Ja, wanneer ga jij een hot tub streampje doen? Nou, dat zou je ook wel lekker staan. Of weet ik veel wat. Dus ja, ik vraag me dan ook wel van hoe is dat voor jullie eigenlijk? Maar nooit serieus om hier verteld, toch? Want het is nu een hele grote meme geworden. Want eigenlijk hot tub streams, er zijn er misschien maar 40, 50 die er echt heel succesvol in zijn. Hè, onder de vrouwen. Ik bedoel, Amorant is het hoofd van de hot tub streams. En ja, je kan er wel als Twitch ook een hamer op gooien. Maar uiteindelijk vinden mensen toch wel weer een loophole in de regels. Maar naar vrouwen toe, het is niet dat mensen actief naar bijvoorbeeld de Apex-categorie gaan, naar een vrouw klikken. En ja, ga jij maar ook lekker in hot tub zitten. Alleen als memes zijn, maar dat zijn vaak vaste mensen die als grapje dat in de chat gooien en mensen... Memen er ook heel veel over nu. Ik bedoel, ik zeg ook, ik ga lekker Beat Saber in een hot tub bij de zoveel volgers. Maar dus Jill, jij vindt het niet irritant verder. Jij hebt zoiets van, joh, het is mij niet tot last, laat ze lekker. Nou ja, het ding is, ik kan er wel over gaan zeiken, maar over 4 maanden is de hot tub trend weer weg en dan gaan de hot tub streamers weer naar een volgend richtlijn toe waar ze net het randje voor kunnen opzoeken. Ik bedoel,
Het is al misschien lange tijd bezig. Ik bedoel, niet alleen hot tub. Natuurlijk, het body painten was een heel lang een ding geweest. En daar was toen ook heel veel gezeik over. Er zijn altijd dingen. Ik keek naar body painten voor de kunst, hoor. Ja. Nou ja, ik denk juist dat je juist misschien hiermee, door deze keuze nu te maken, juist weer kan afdrijven naar iets wat nu steeds een blokje bij komt. Nu is het een hot tub, maar straks is het misschien dit en straks is het misschien dat. Dus ja, wat is het volgende extreme wat we nu gaan opzoeken, weet je? Dus dat denk ik dan juist weer van dat, kijk, Twitch is allang niet meer alleen een platform om op te gamen. Er wordt van alles en nog wat op gedaan, gekookt en zus en noem het maar op. Maar dan is het Twitch zo van, ja, tot wat punt wil je het riskeren om inderdaad dat vrouwenvriendelijk te riskeren? Zo van, is het hot tub streams? Gaat dat het zijn, ja. Nou ja, het sowieso het noemen van het vrouwenvriendelijk of niet, dat wat Daniel net zei. Maar dat, ik bedoel, ik denk ook dat Twitch dat denkt. Maar is het vrouwenvriendelijk als je zou zeggen, we vinden die hot tub streams gewoon niet cool en we willen dat niet meer op ons platform hebben? Ik weet niet of dat zo is, maar ik denk wel dat het zo gedraaid kan worden. Ja, dat is, maar het is natuurlijk, vrouwen worden altijd geseksualiseerd, hè? Maakt niet uit. Het gaat altijd over of je, seks, of je, het gaat altijd over of je er zou neuken of niet, hè? Het maakt niet uit, hè? Oh, dan zou ik mijn hond nog vanaf trappen. Alle grapjes gaan over seks met vrouwen en ik vind het gewoon heel sterk van die vrouwen. Dat ze gewoon lekker er nu bakken aan geld aan verdienen. Maar Matthias, als ik daarvoor mag inhaken. Ik kan me nog herinneren dat iemand ooit een keer in de talkshow zei, ik weet niet meer precies wie, maar een dame in ieder geval. En die zei van, ja, ik zou me eigenlijk juist veel vrouwelijker willen kleden, omdat ik me gewoon het comfortabelst. Misschien heb jij dat wel gezegd, van ik voel me veel chiller in een klein topje en gewoon dat je mijn borsten een beetje kan zien, omdat, ja, daar ben ik trots op. Maar ik doe dat niet omdat mannen daar meteen mee aan de haal gaan eigenlijk. Wat eigenlijk ook is wat Twitch zegt. Ik zou me veel anders kleden als er geen mannen waren. Ja, dat klinkt heel feministisch en zo. Maar ik zou me veel bloter kleden. En waar ik mezelf echt super mooi in zou vinden. Dan kan ik niet naar de supermarkt gaan. Want dan word je de hele tijd nagefloten. Of nog erger, misschien wel bij je billen gepakt of aangeraakt. Wat je helemaal niet wil. Dus daar ben ik dan. Dus ik vind dan die beweging van, dat nu vrouwen in een hot tub zitten op stream. Ja, het is slim van ze dat ze dat omdraaien. Die seksualiteit die je toch altijd wel ervaart. Dat ze die gewoon omdraaien naar een voordeel voor zichzelf. Maar dus ben je het ergens ook wel eens met de take van shut Twitch? Shut up, man. Lick my ass. Get the fuck out. Ik word door die Indische scammers gebeld. Ja, die heb ik ook, ja. Maar ik moest hem even op het streten. Ja. Maar Mattia. Maar ik denk dat heel moeilijk te begrijpen is voor mannen, denk ik. En helemaal als je een aantrekkelijke vrouw bent, is dat nog erger, denk ik. Ik weet het niet zeker, hè, want ja. Maar jij bent het eigenlijk wel eens met wat Twitch zegt? Van ja, luister, ik bedoel, het is eigenlijk een beetje jullie probleem dat jullie er zo geil van worden. Zij zit daar gewoon een mooie vrouw te zijn. Ja. Wow. Als we het normaliseren, die naaktheid en zo, dan is het ook niet zo populair meer. En dan, hè, als niet alle mannen zo hitsig ervan worden dat vrouwen zich wat schaarster kleden, dan wordt, denk ik dat het ook allemaal beter wordt. Maar misschien is dat ook weer de andere kant, dat mannen in het algemeen dat niet meemaken. Ja, als ik naar de supermarkt ga en dan lekker een boxershortje, weet ik van wat, kijken Benzema van wat de fuck kom jij hier doen? Maar misschien is dat bij vrouwen, is dat natuurlijk, als jij een kort rokkie draagt en je ziet er sexy uit, dan word je door meerdere mensen omgekeken of nagestaard en noem het maar op. Ja, dat is wel iets waar ik niet over mee kan praten, weet je. Dat is waar. Heb je het ooit geprobeerd, Moro? Want ja, ik ga het nu wel proberen, man. Ik zeg je eerlijk. Ik ga kijken of ik... Ik ga het proberen, man. Ik voel hem. Ik heb nu ook echt zo dat ik denk van, oh, misschien moet ik dit eens laten zien, weet je wel. Dat ik me schaars kleed, naar de supermarkt ga en kijken wat er dan gebeurt. En dan streamen, livestreamen. Zodat iedereen dat kan. Maar ik weet niet of ik dat durf. Maar het zou wel goede content zijn als iemand er echt... Nou ja, het mag volgens de richtlijnen van Twitch. Want ja, ik bedoel, het is niet jouw probleem als mensen jou sexy vinden. Dat is de call. Maar wat dan gebeurt er niks? Wat spreken we dan af? Ja, je hebt toch wel eens dat mensen dan hun telefoon in hun kontzak doen en dan kijken hoeveel mensen er naar je kont kijken.
Nou, die filmpjes kun je gewoon vinden online. Dat is echt bizar. Gewoon eigenlijk iedereen kijkt naar je kont. Maar dit is als vrouw stop je dan een telefoon in je kontzak met de lens naar achter gericht. En dan heb je dus filmpjes waar je dus de hele tijd zeg maar mannen zo de hele tijd zo. Maar op zich als jij het niet ziet dat ik naar je kont kijk, wat is daar erg aan? Nee, dat is ook niet erg, maar... Toch? Ik ben gewoon in de oertijd ben ik zo geprogrammeerd, ja? Jij kan er niks aan doen. Je ziet een big ass booty en je denkt, ja, dit is gewoon, dit is het. Dit moet ik zien. Dit is het. Dit is voor 100%. Mij het. En dat bedoel ik niet kut, maken, maar dat is gewoon, ja, dat is misschien weer de andere kant. Maar ik denk van, ja, is dat dan... Ja, als bijvoorbeeld, stel nou dat ik echt een super sexy guy zou zijn, hè? Ik bedoel, stel. Ik ben natuurlijk wel een beetje mooie baard. Maar stel dat ik echt. Stel dat ik snoeterpoeder zou zijn in zijn gouden jaren. Dat hij op Sugar Dudes, Super Dudes. Ja, precies, dat bedoel ik. En je komt erachter dat mensen naar je kijken. Maar dat is ook weer anders. Ik denk dat dit een moeilijke discussie is. Sowieso. Ja, dat is het ook. Voor vrouwen is dit denk ik heel anders. Omdat zij gewoon veel meemaken in dit opzicht. Met dat ze gegrepen worden of. Nagekeken worden of gefloten of noem het maar op. Dus ja, dat is weer... Ja, dat ik heb is denk heel ik lang wel lastig geen Just Dance durven streamen omdat ik bang was dat ik zoveel comments zou krijgen. En die heb ik ook gekregen. En op een gegeven moment kun je dat wel loslaten. Maar ja, ik ga niet ontkennen dat je dat best wel pijn doet eigenlijk. Dat ik doe dat gewoon echt letterlijk voor mijn plezier. En ik heb gewoon kleren aan. Het is totaal niet... seksueel. Ja. En dan krijg je toch eigenlijk elke streamer weer opmerkingen. Sommigen doen je wel echt gewoon pijn en dan ga je wel aan twijfelen. Maar ja, ga ik puur omdat ik deze opmerkingen krijg stoppen met hetgeen wat ik leuk vind? En nee, dan weiger ik gewoon. Denk ja, fuck hem. Dat ga ik gewoon niet doen. Fantastisch. Het is gewoon fantastisch wat je doet. Ja, ja maar dat ben je gewoon... Het is om naar te kijken, precies. Maar het is gewoon hartstikke mooi. Je ziet bij jou, fams, dat je er echt plezier aan hebt. En ik kijk op zondag, kijk ik vaak, hè. Dan kijk ik gewoon echt omdat je ziet dat je plezier hebt. En natuurlijk ben je een mooie vrouw om naar te kijken. Maar ik kijk gewoon alleen maar omdat ik zie dat je plezier hebt. En ja, je ziet er goed uit. Maar ja, het is niet dat je maar ik kijk zeker. Dus je moet, maar weet je wat ik echt vind, dit is gewoon een oprecht, gewoon een compliment, toch? Dit is hoe je het moet doen, jongens. Ja, maar wat ik wel vind ook... En niet, jij bent lekker bij, geen binnen. Begrijp je? Nee, maar wat ik echt vind is zeg maar... het maakt niet uit wat een ander zegt. Als jij je maar goed bij voelt, moet je sowieso echt niet van aantrekken wat andere mensen van je denken. Want jij leeft voor jezelf en je leeft niet voor een ander. Ik zit er ook al 5 jaar en je wordt op een gegeven moment ook wel wat harder. En nu geef ik ook gewoon een grote bek terug als iemand iets nodig vindt om iets te zeggen. Maar zelfs dat is niet eens nodig. Weet je? Ik bedoel, je leeft voor jezelf, je doet wat je zelf leuk vindt. Ik heb nog wel 100%. Een relevant inhakertje hierop. Op wat Fem zegt. Dit is Cutie Cinderella, de vrouw van Ludwig, weet je wel, van de Monster Subaton. En die heeft het over, precies over dit, over vrouwenvriendelijkheid op het internet. Cast is okay, all right? Might not be as good as Ludwig's, but it's pretty good. And I thought it'd be really, really funny to tweet out the same exact photo and say checkmate. And like, I think all of you would think it was funny, but there's like, probably like 10 jerk offers in this chat that would like save it and like, you, like be like, oh, so hot. So I'm like sad that the jerk offers ruined my life. I've talked about this before. Being a woman on the internet is so fucked up. I literally pay $2,500 a month, chat. I don't even make, you guys saw how much ad revenue I make. I don't even make that in ads. I have to pay $2,500 a month just to get jerk offer photos deleted off of Tumblr and shit. Because these guys will take a screenshot of me bending over and be like, oh my God, Jesus. I'm gonna come. And I'm like, bruh, like I was just getting cookies out of the oven. Like, why are you like that? Like, if someone doesn't want to be sexualized, why do you have to sexualize her? Like, why? Nou ja, dat. Ja. Dus zij zegt, zij zegt dat ze zelf dus gewoon een of ander bedrijf of een advocaat of whatever $2,500 per maand betaalt. Alleen maar om gewoon photoshopjes en smakeloze dingen van zichzelf offline te laten halen. Waar ze dus inderdaad... tijdens een bakstream koekjes in de oven doet... en dat mensen vervolgens inderdaad hele photoshops maken... dat ze nog net niet... je kan het invullen. Helemaal ja, dat is heel heftig. Ik heb wel het ergste tussen haakjes... dat valt hier nog heel erg mee... is dat er clips gemaakt werden... want het feit dat ik gewoon de camera uitliep... en dat dan mijn kont te zien was... en dat geklipt werd. Ja, dat soort dingen. Dat is het ergste, maar ja... dan kijk ik dan en denk van ja... Maar wat ga je hier tegen doen? Dat is een beetje het probleem. Ik was gemute trouwens. Ik was net aan het praten. Oh, sorry. Maar niet uit.
Ik weet niet zo goed wat je hieraan moet veranderen of zo. Die mensen die blijven bestaan. Ja, het is heel kloten. Want hoe ga je dat aanpakken? Ik hoor echt wat jullie zeggen hoor. Ik vind het wel heel interessant om... Ik denk, ja, sorry dat ik er meteen op inhaak, nee. maar mijn gevoel zegt dat het ook een beetje inderdaad ergens is wat Mattia zegt. Een beetje soort normaliseren, weet je wel. Op het moment dat je... Ik weet ook niet wat precies het antwoord is. Maar ik weet wel dat seks en naaktheid en überhaupt, dat is nog zo taboe dat mensen het ook heel erg spannend vinden. Dat is ook precies de reden dat die hot tubs werken op Twitch. Is omdat het eigenlijk niet mag, maar toch net wel. En ik weet niet precies wat het antwoord is, maar als je dat gevoel een beetje weg kan nemen, dan kan je er denk ik een beetje van. Een beetje onder het mom van own it. Own it gewoon, weet je wel. Dat heb ik zelf ook gedaan, want ik werd ook eigenlijk... Hoe ik mezelf weg wilde zetten toen ik begon met streamen, was gewoon cute gamer girl. Maar op een gegeven moment word je de hele tijd geseksualiseerd in dat opzicht. Dat ik op een gegeven moment dacht, weet je, ik maak gewoon die booty emote en... Booty is gewoon, oké, daar mag gewoon over gepraat worden. Want anders wordt het te ongezellig als het iedere keer gemute moet worden. Ja. Censuur eroverheen. Dus dan maar accepteren en er dan ook maar mee. Maar dat is al een grens verleggen. Hè, die je eigenlijk al had gesteld van tevoren. Van, dat gaan we niet doen. En dan doe je dat toch. Omdat je anders jezelf in de vingers snijdt, I guess. En zo... Ja, verleg je steeds, denk ik, je grenzen daarin. Ik denk uiteindelijk... Of accepteer je meer dingen? Sorry. Nee, sorry. Ik onderbrak je. Nou, ik denk ook wel dat het goed is om ook deze kant inderdaad te horen. Uiteindelijk boeit het volgens mij heel veel mensen mij ook niet uiteindelijk dat vrouw of wie dan ook dit doet. Alleen, ja, voor mijn gevoel past dit gewoon niet op Twitch, die hot tub streams, op deze manier. Dat vind ik gewoon. Dat is gewoon... Doen ze het ergens anders? I don't give a shit. Er zijn daar genoeg websites voor. Ik vind gewoon dat hier niet past. Maar goed, dat is hoe ik er naar kijk. En het gaat me er helemaal niet om of vrouwen dat wel of niet. Ik bedoel, ja, seks zelfs. En er zijn genoeg naaktwebsites en webcam en weet ik veel wat allemaal. Maar ik vind het ook wel inderdaad een... Er zit wel een groot verschil tussen Mattia, die zich gewoon lekker kleedt hoe zij het wilt. En inderdaad een beetje sexy, omdat jij je die dag zo voelt. En op een banaantje dobberen in een badkuipje, weet je. Ja, dat vind ik wel gewoon een flink grote stap. Ja, als jij dat leuk vindt om te doen, ja, dan moet je het gewoon lekker doen. Maar ik snap van jou ook weer van ja, dat is ook wel weer heftig. Dat je dan om de 2 seconden krijgt, weet ik veel. Ik wil de woorden niet uit te spreken, maar gewoon de slechte dingen over jou. In je stream. Dus ja, dat is dan weer de andere kant. Dus ja. Ik vind zelf, ik ben het wel eens met Morgan in de zin van... Ik vind zelfs een hot tub niet eens per se fout. Maar het is de manier waarop, toch? Kijk, bijvoorbeeld, ik weet dat... Ixios heeft dat ook ooit een keer gedaan. Die was gewoon normaal aan het streamen. Maandag League of Legends. En in één keer... Die had toevallig net een hot tub in de tuin staan. En die had zoiets van... Nou, ik ga daar een keer uitstreamen. Nou, dat trok meer kijkers dan normaal. Dat was lachen. Mensen hadden het erover. Ja, doe lekker je ding. Maar ik zou het wel wat anders vinden als Kim nu in één keer zou bepalen... Nou, ik ga dus een opblaasbad in mijn huiskamer zetten met een bord erachter. Precies. En dat zou ik persoonlijk een stuk schaamtelozer vinden dan... Oh joh, het is mooi weer en ik zit toevallig in mijn hot tub en het is wat het is. Weet je? Het is vooral het teasen, toch? Juist. Het is vooral het de hele tijd teasen, dat. Ja. Ja, precies dat. Daniel, eindelijk... 86 talkshows verder. Ik ben het met je eens, bro. Okay. Ik ben het met je. Ja. Nee, maar serieus, dat is inderdaad ook hoe ik er naar kijk, man. Klopt. Ja, en je gaat mij ook niet wijsmaken dat op het moment dat jij specifiek een bord achter je hebt staan waar je subs op schrijft en dat je inderdaad iedere keer zo die draai maakt met je bil richting camera, dat niet seksualiseren is. Want dat is toch gewoon de definitie van seksualiseren is. Je weet dat je een bil hebt en je gaat dat gebruiken om meer subs binnen te harken. Dat is toch de definition of. En dan vind ik het een beetje flauw van Twitch om te zeggen... Ja, niet onze schuld dat jullie dat sexy vinden. Ja, ik vind ergens is wel... Er is ergens een grens. En waar die ligt is heel lastig. Ja, man. Nog even deel 2 van dit onderwerp. Of tenminste deel 2, deel 1,5. Het hoeft ook niet te lang. Maar Amourant, de bekendste hot tub streamer... die was dus haar advertentieinkomsten ineens kwijt. Zonder verder hoor of wederhoor. Was in één keer... Gone. Nou, kut. Ja, ik vind dat verkeerd. Omdat ze zonder overleg die revenue kwijt is.
Ja, vind ik ook raar dat je niet dat aangeeft of zo van, hey, wat je aan het doen bent, zijn we het niet mee eens. En nog een soort waarschuwing. Dat ze gewoon een oplossing gingen zoeken en dan zonder iets haar ad revenue, wie het ook is, dat maakt het niet ineens goed omdat het Amarant is. Ik vind dat gewoon raar. Je communiceert gewoon met je creators. Je bent toch een professioneel platform, of niet? Nou ja, ik ben het en eigenlijk wel eens met wat Fem zegt. Want volgens mij Amorant, hè, we hebben het veel over hot tub streamers, maar zij is wel echt een topper, volgens mij. Zij denkt hier heel goed over na en ze is een slimme businesswoman. En ik durf ook te wedden dat als je tegen haar zou zeggen, luister, als jij dit en dit doet, raak je je ad revenue kwijt. Dat zij dan zou zeggen, nou oké, dan doe ik dat niet. Alleen niemand heeft dat inderdaad ooit duidelijk aan haar gecommuniceerd. Van joh, dit zijn de regels en hier moet je... Zij heeft zoiets van, ik hou me toch aan alle regels. Waarom word ik in één keer gedemonetized? En dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad waar, man. Je moet dat wel van tevoren in ieder geval zeggen van, yo. Want waarschijnlijk heeft Twitch van adverteerders te horen gekregen van, hey, wij willen de ads niet meer op haar kanaal gedraaid hebben, want we staan daar niet achter. Datgene wat op YouTube trouwens al jarenlang nu gebeurt. Ja. Als je ook maar één ding verkeerd doet, dan is die hele video gelijk gedemonetized. Dus misschien gaat het daar ook wel heel langzamerhand naartoe, weet je. Dat bedrijven denken van, die streams waar dit en dit wordt gedaan, of deze game, of deze afdeling, daar willen we geen ads op draaien. Dus dat zou heel goed kunnen, man. Maar zomaar het uitzetten, ja, dat... Kijk, advocaat van de duivel. Advocaat van de duivel misschien. Zij gaat natuurlijk ook akkoord met bepaalde voorwaarden voordat je hier op zo'n platform gaat streamen. En nou weet ik niet of iemand ooit de voorwaarden bij een partnercontract en dergelijke goed heeft doorgelezen. Maar er zullen aardig wat dingen in staan waardoor Twitch eigenlijk in een groot voordeel uitkomt. Dat als zij willen dat ze je verbannen, dat ze daar ook niet per se misschien een reden voor hoeven te geven. Dan is dat ook wel het risico wat je neemt, denk ik, toch? Ook als Amarant, maar ik denk überhaupt als iedereen zijnde. Nou, het is arrogant, het is misschien niet chill, maar... Nou ja, basically, niet, er staat wel waar. Gewoon... Er staat wel iets in het... Want ik heb het wel een keer helemaal doorgelezen, maar er staat wel iets in van... Als wij vinden dat jij de brand in discrediet brengt... dan kunnen we je zonder opgave van reden terminaten. Of überhaupt kunnen ze je zonder opgave van reden terminaten. Dus ze kunnen altijd aanhalen van... joh, luister, we hebben het gevoel dat jij slechte PR brengt... dan kunnen ze je er zo afgooien. Maar... In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat je mag als creator, als jij je bindt aan een platform en je haalt ook geld voor dat platform binnen, mag je ook wel ervan uitgaan dat je ergens ook wel een soort van bescherming geniet. Dat ze je er niet helemaal zomaar uit kunnen keilen. En dat heeft volgens mij het verleden ook wel eens uitgewezen. Want die Phantom Lord, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen Twitch, omdat hij was daar afgekeild. Even heel kort resume. Hij was aan het streamen op Twitch en hij had een eigen CSGO goksite waar hij reclame voor maakte. En toen hebben ze hem permanent verbannen. En hij heeft dat aangevochten, want hij heeft gezegd... ja, luister, jullie hadden dat nergens in de voorwaarden staan. En hij heeft dat wel uiteindelijk gewonnen... en moet dus nu zijn Twitch-account terugkrijgen. Omdat de rechter wel heeft gezegd van... ja, luister, jullie kunnen hem er niet zomaar afpleuren... als jullie niet van tevoren hebben gezegd dat dat niet mag. Dus... Ja, het blijft lastig, weet je. Ik denk dat je tiptoot een beetje op de regeltjes... en op het randje van. En als dan uiteindelijk... Ja, bedrijven zich terugtrekken. Ja, dan gaat Twitch niet tegen dat bedrijf zeggen van... Nou, dat bedrijf dat brengt ons een paar miljoen per jaar binnen. Dus stoppen jullie dan maar met die advertenties. Ja, dan knallen ze gewoon zo'n stream eruit, man. Dan denken ze van, ja, scheid dan. Ja. En dat lossen we daarna wel op. Als dat bedrijf zegt, hij moet er vandaag af. We willen vanaf vandaag geen ads meer op dat kanaal. Ja, dan ga je snel handelen, denk ik dan. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik maar ook. Dan was het netjes geweest. Hé, Moeret, stap even uit dat badje. We moeten even praten. Precies, op jouw kanaal. Kom uit bad, we moeten praten. Kom uit bad. En als je uit dat bad blijft, dan blijven ze draaien. En anders, weet ik veel wat ze dan hebben besproken nu. Ik heb geen idee, maar... En als nou bijvoorbeeld Vems naar het strand gaat met de vrienden en daar in een badpak zit, zou haar ads dan ook weggaan? Dat is nu al van tevoren bedacht dan? Ik denk dat als zij dan streamt in die categorie pools, tubs en beaches, dat dat een categorie is waar veel adverteerders sowieso omheen plannen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat die specifieke stream dan geen ads heeft, nee. Maar misschien wel een specifieke... geen pre-rolls. Misschien wel een specifiek bedrijfje die dat... interessant vinden, toch? Ja, misschien. Ja, maar het is een beetje, denk ik, een soort van
Aan de ene kant hebben we het over, ja, bedrijven gaan niet meer daarop adverteren. Maar in de praktijk zal het waarschijnlijk gewoon zijn dat, dat bedrijven vooral ergens wel op gaan adverteren, toch? Dus jij, ja, precies, ja. Jij wil een shooter promoten, ja, dan ga je dat adverteren op Call of Duty, op Rainbow Six en op Valorant categorieën. En als jij, weet ik veel, een nieuwe Easy Victoria's Toys. Secret collectie wil aanprijzen, dan doe je dat op de pools, tubs en beaches, ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Zit ook weer een kans voor Twitch. Maar ze gingen ook heel veel categorieën überhaupt toevoegen, toch? Of ja, tags. Oh, ja. Die heb ik als onderwerp. Ik zal hem er gelijk in gooien. Twitch voegt meer dan 350 nieuwe identiteitstags toe. Streamers zijn bang dat er misbruik van gemaakt gaat worden. Omdat er dus ook tags voor seksualiteit en afkomst in komen te zitten. Dus je kan straks bijvoorbeeld jezelf taggen als non-binair, als black, als Asian, als eigenlijk allerlei gekke categorieën. Of gekke, sorry, ik moet eigenlijk zeggen allerlei nieuwe categorieën die waar we nog een beetje aan moeten wennen. Maar, nou, Daniel, dat jij dat zegt. Nee, ik corrigeer me toch netjes. Ja, tuurlijk, bro. Kom op. Ik maak een grapje. Ik deed altijd die tags altijd een beetje misbruiken. Ik heb nog nooit gebruikt. Ik weet niet eens ik zet al de traditionele dans en hele gekke tags zet ik altijd bij mijn stream. Maar vond ik gewoon grappig. Dus daar wordt waarschijnlijk nu wel iets aan gedaan. Dat je niet maar wat ik niet zo goed begrijp is, we willen toch juist zeg maar dat er geen onderscheid wordt gemaakt in hoe iemand eruit ziet of hoe iemand zich identificeert. Je wilt toch juist dan niet die tags geven? Ik snap het niet. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Nu gaan we wel opeens iedereen in hokjes plaatsen. Terwijl de mensen altijd zeggen, nee, ik wil niet in een hokje geplaatst maar worden. Maar volgens mij is dat die tags vooral voor zoek. Als je wil zoeken, hè? Misschien wil jij gewoon graag naar homo-streamers kijken. En dan zoek je gewoon op homo. Toch en dan krijg je al je... Maar dat snap ik niet. Want dat is toch, waarom niet, zou je alleen... Ja, maar dan ben je toch juist al... Ik wil het geen discriminerend noemen, hoor. Maar... het is toch juist de bedoeling dat je als kijker eigenlijk niet moet geven. Ja, gewoon de inhoud is belangrijk. En natuurlijk persoonlijkheid van iemand. Maar toch niet van, oh, die heeft een bepaalde huidskleur. Dus alleen die vind ik interessant, want de andere niet. Dat is toch de verkeerde message die je dan stuurt, of niet? Nee, dat lijkt mij gewoon raar. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen graag zoeken naar streamers met wie ze zich misschien zelf kunnen identificeren. Dus als jij non-binair bent, dan kun je misschien sneller een non-binaire streamer vinden waar je dus gewoon mee op hetzelfde level zit. Non-binair iemand, dat kan toch ook net zo'n klootzakje zijn als een... Precies. 100%. Alleen denk ik dat juist voor die categorieën het gewoon fijner is dat ze gewoon wel een soort handvat hebben, dat ze wel gewoon streamers kunnen vinden die like-minded zijn, want laten we eerlijk zijn, die categorieën zijn nog niet helemaal breed geaccepteerd. Gewoon in onze samenleving, maar ook op Twitch. Dus ik denk dat het vooral voor die groepen gewoon fijn is dat ze een plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan. Om daar streamers te vinden die hetzelfde zijn. Maar het kan ook het omgekeerde effect hebben, hè? Dat je mensen hebt die juist op dat gebied gaan zoeken, omdat de target om daar te gaan trollen. Ja. Dat wel gaat gebeuren. Over bubbels. Dat iedereen zich altijd maar in zijn eigen bubbel houdt. Ik bedoel, dit is alleen maar nog een manier om in die bubbel te blijven. Ik denk het is juist toch interessant om gewoon op streams te stuiten. Waarvan je denkt, hier had ik misschien normaal niet op geklikt. Maar ik ben er toch en het is heel leuk of zo. Weet je wel? Ik bedoel, als je al die tags geeft. Ja, I don't know. Ja, ik denk dat het ook een beetje... het is eigenlijk een beetje die eeuwige discussie van... maak je het daarmee juist diverser of meer? Wat ik ook al veel in de chat zie. Je brengt daarmee ook weer een soort van verschillen aan, toch? Ja. Ik vind dat heel lastig, want over het algemeen... Ja. Weet je wel, ik heb... Ik kijk bijvoorbeeld, net zoals de meeste van ons... Ik kijk helemaal niet naar huidskleur, weet je wel. Ik kijk gewoon naar, is iemand een leuke streamer of niet? Alleen, ik heb wel het gevoel dat als iemand zeg maar daar heel erg een ding van maakt... en heel erg van, ik ben een streamer van die afkomst... en dat is waar ik voor sta... dan word ik er meer op gewezen dat dat een ding is. En ik weet niet eigenlijk of dat nou goed is of niet, zeg maar. Dus daar ben ik zelf ook nog niet meer over uit. Je hoeft niet per se die tags te gebruiken. Je kunt al je tags weghalen. Dus het is eigenlijk alleen maar van toepassing bij mensen... die de behoefte hebben om tag te hebben, I guess. Want wat zou ik in hemelsnaam bij mijn tag moeten zetten dan? Cisgender, white, female, hetero? Ja, maar dan denk ik... heb je dat ook allemaal? Ja, dat komt er allemaal bij. Dat lijkt mij, wel. Je hebt nu, ik ben nu even aan het kijken. Je hebt een tag LB... Ja, er komen er meer. Ze zijn er nog niet allemaal toegevoegd LB, nu.
250 of zo, toch? Wat is 300? Het voor tag? LGBTQI. LGBTQIA+. Plus. Ja. Ja, dat is... dat is alles. Van alles en al. Dat is dus... Maar ik niet. Lesbian, gay, bisexual, trans, queer. Welke letter mis ik dan nog? Q? De I. I. A, plus. En, plus, en de A plus? Zei je? Asexual, A is asexual of androgyn of zo, ja. Intersex? Ja. Intersex of zo? Oh ja, intersex. Dat je het inderdaad, dan ben je het allebei een beetje van... Ben je van allebei een beetje. Ja, nou ja, goed, luister. Kijk, ik heb, aan de ene kant heb ik zoiets van... Als mensen zichzelf willen labelen, moeten ze lekker doen wat ze willen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel ingewikkeld. Ik had van de week een discussie met iemand, want... bij de radio was het van de week ook weer een hot topic. Omdat Demi Lovato, artiesten, die heeft ook besloten dat ze nu... Die wil nu niet meer als zij of haar worden aangesproken, maar als hen of hun. They, them. They of them, ja. En dat is natuurlijk als radio-dj extreem verwarrend. Oeh. Want hoe ga ik dat... Demi Lovato heeft een nieuw concert aangekondigd. Kaarten voor hun concert kun je deze week kopen via... Snap je wat ik bedoel? Het is extreem confusing. Maar in Nederland werkt het ook gewoon niet qua taal. Taalkundig die is dienst. Hun... Ja, dat die zou misschien wel logisch zijn, maar hun is dom. Want in het Engels is they kan wel één persoon zijn, zeg maar. Maar hun in het Nederlands is altijd meer fout. Hun niet, je dus moet hun niet gebruiken. Hun niet, ja, precies. Hunnie, nou, Shirley, het is wel grappig dat het deze week uit is gekomen. Want een persoon in mijn leven die ik echt al heel lang kijk... Ken, ja, waar je een hele speciale band mee hebt. Die is deze week geopereerd. Die heeft diens borsten laten verwijderen deze week. En ik vind dat ook echt heel lastig, want ik ken diegene gewoon vanuit vroeger, toen diegene gewoon een vrouw was. En nu... Ja, het is best wel lastig om daarmee om te gaan, waarom omdat zeg je niet gewend wat ben. Wat is diegene nu dan? Een man of een... Nee, non-binair. Non-binair, dus, oké. Okay. Ja, ja, dus maar gewoon... Maar wat zeg je dan? Die of dient. Of ja, die wil gewoon mens genoemd worden. Ja, dat is maar het is heel lastig. En het is ook heel lastig te begrijpen. En daarom denk ik dat het wel goed is dat het een beetje besproken wordt... Maar als je gewoon die zegt tegen iedereen, dan is het goed natuurlijk. Ja, oké, maar dan kunnen we net zo goed altijd iedereen unisex benoemen, zeg maar. Dan hoeven we helemaal niks meer vrouwelijk-mannelijk te onderscheiden, toch? Nee. Dan moeten we naar... Dat is die South Park-samenleving, waarbij iedereen kaal geschoren is en dezelfde huidskleur heeft. Dat is zeg maar die aflevering dat ze de toekomst mensen zien, zeg maar. Dan heb je dat probleem niet. Dan heb je... Maar ja, kijk, ik zou zeggen, welke gedachte ligt erachter, weet je wel? Als ik gewoon tegen iemand zeg, dat is een zij, maar die persoon identificeert zich als een hij, dan vind ik het niet terecht als diegene zich aangevallen voelt, als ik het niet zo vervelend bedoel. Dat, als ik dat wordt eigenlijk nooit gedaan. Dat is wel heel erg een internetding, want ik ben geweest en dat is heel erg een ding in de cosplay community ook. Want mensen die aan cosplay doen, die proberen vaak een beetje hun realiteit te ontsnappen in een sens, of zijn heel creatief. En in die community is dat al echt jaren een ding. Al voor het internet natuurlijk. Wat is al een ding? Gewoon gepest worden, basically. Nou, gewoon een andere identiteit, zo van DDM of iets in die richting. Ja, oh ja. Maar mensen van het internet hebben altijd heel erg het idee dat mensen snel boos worden als je ze misgendert. Maar dat is vaak in het echt niet zo. Als jij per ongeluk tegen iemand die er mannelijk uitziet, per ongeluk een man als een man aanspreekt en zo van ja, nou liever niet. Wordt nooit moeilijk over gedaan. Heb ik nog nooit meegemaakt. En ik ken honderden mensen die zich anders identificeren. Het is heel erg een internetding, omdat je precies alleen ziet wanneer het in het extreem gebeurt. Ik zou je zeggen, nou, ik heb wel mensen gehad, dan niet in het echt, maar via Discord, dus wel met een call, dat je erop gewezen werd van ik identificeer me als dit en dit, dus noem me dan ook zo. Maar ja, dan een paar dagen later zit ik met diegene in de call en dan zeg ik het toch weer. En dat is niet vervelend bedoeld, maar ja, dat is gewoon omdat het voor mij... Er wordt ook niemand boos om eigenlijk. Nee, ik heb wel het gevoel, als diegene aangeeft van hey, ik wil en ik blijf het fout doen. Het is niet dat ik een hele rant tegen me aankrijg. Maar ik snap wel dat diegene dat vervelend vindt en het gevoel geeft dat ik hem of haar het gevoel geef dat ik het niet hoor, weet je wel? Kijk, wat Daniel net ook zegt met Demi Lovato dan, is er was laatst nog in het nieuws volgens mij een artiest
heeft een journalist online helemaal kapot gemaakt. Of nou ja, niet kapot gemaakt, maar er was een hele soort van discussie over. Omdat een journalist schreef een artikel over Sam Smith. En die heeft natuurlijk hetzelfde met wat Demi Lovato nu in het nieuws is geweest. En aan het eind van het artikel zei de journalist toch nog in een zin hij. En of die journalist dat nou expres daar neer heeft gezet, kan ik me niet voorstellen. Misschien wel, misschien niet, geen idee. Of het per ongeluk heeft gedaan. Maar er werd gelijk boos op hem gereageerd. En nu merk ik ook, en ik denk dat we dat met z'n allen merken, dus dat je toch in zo'n gesprek als dit ook op een soort van eieren loopt. Omdat ik kan, denk ik, voor ons allemaal spreken dat wij iedereen respecteren zoals die is, zoals die wil zijn. Ja. En dat we volgens mij allemaal open-minded zijn daarover. Maar dat we allemaal op een soort van eieren lopen, omdat we bang zijn om ook toch nog iemand te beledigen, omdat we ook niet helemaal weten hoe we dat moeten doen of zo. En dat maakt de situatie niet makkelijker. Maar wat Jill zegt is wel waar. Hè? Dat over het algemeen, dat zolang mensen het gevoel hebben van dat je een beetje moeite doet, dat daar al niet zo moeilijk over gedaan wordt. Ik kwam toevallig over Sam Smith, kom ik nu tegen dat Shawn Mendes, die had hem ergens aangekondigd als hij. En die had toen een excuus aangeboden op het internet. En daar gaat hij dan ook wel mee. Zo van, ja, weet je, kan gebeuren. We're all learning together. Wacht, is Sam Smith geen hij? Nee. Wow, Sam Smith Josh, is wow. Dat je dit hebt gezegd. Wow. Wow, sorry. Ja, nee, maar wanneer is dat weer dit na Sam Smith? Ja, al meer dan een jaar misschien. Echt waar? Wauw, ja, oké, okay, dat is helemaal niet. Maar wat is het nu een het of is het een... Nou, non-binair ook volgens mij. Dus, ja, okay, zij... Ja. Maar ik denk op zich wel dat we, als ik dit zo allemaal hoor, dat we gewoon afsteven op een samenleving waar de eerste drie vragen zijn als je iemand ontmoet. Hey, hoe heet je, hoe oud ben je en wat ben je? Mm. Misschien wel. Of hoe moet ik je noemen? Nee. Of hoe moet ik je noemen? Ja. Dat komt gewoon op een gegeven moment in het gesprek vanuit persoon. Als diegene zich er heel oncomfortabel mee voelt dat jij inderdaad aan het misgenderen bent, dan wordt dat altijd gewoon heel rustig in een gesprek naar boven gebracht. Maar ik bedoel niet kut, hè? Ik bedoel gewoon. Ja, weet van, ik, maar... ik zie gewoon dit gebeuren. Of ja, zo. Maar ik merk zelf bijvoorbeeld dat ik zit dan tussen die lijn in van. Ik bedoel, ik misgender per ongeluk ook mensen. Want dan ben ik op een Comic-Con met een groep van 60 man. En dan, ja, dan raak je op een gegeven moment ook een beetje de draad kwijt. Maar ik denk niet dat het tot het punt gaat komen waar je in het eerste gesprek een pronounces moet gaan vragen en zo. Want dat is gewoon iets wat als iemand zich er heel oncomfortabel mee voelt dat jij het doet, dan wordt het gewoon rustig aangegeven. Maar het gaat niet tot het punt komen waar het de tweede vraag gaat zijn. Maar het gaat wel meer een ding worden, hoor. Ik denk dat over 10, 15 jaar dat iedereen in zijn of haar vriendengroep wel iemand heeft die niet meer per se met hij of met haar wil worden aangesproken. Denk wel dat het daar naartoe gaat. Maar is dat dan omdat die mensen er altijd zijn? Of worden het, zeg maar, ja, ik vind het wel, ja, oké, ik moet het niet gaan zeggen. Nee, maar ik weet wat je wilde vragen. Maar ik denk dat, heel eerlijk, dat zal wel iets zijn waar mensen natuurlijk al heel lang mee hebben geworsteld. Alleen nu vinden ze elkaar en vinden ze een manier om daar een naam aan te geven. Maar ik heb wel het gevoel, toch? Wat zei je? Ik denk dat het niet heel leuk is voor die mensen dat je zomaar op een andere manier aangesproken wil worden. Dat doen ze niet per se. Ik denk persoonlijk dat ze niet meer aandacht doen. Nee, zo wilde ik het niet per se zeggen, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen als je een... Ja, het is lastig. Als je een puber bent en je... Ja, ik weet niet. Ik kan me gewoon voorstellen dat je ook wel misschien snel... Ja, maar ja, dat is dus heel erg... Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, tuurlijk. Oh, ja. Nou ja, bijvoorbeeld bij die persoon die ik ken dan. Die heeft gewoon bij een psychiater of psycholoog gelopen. En die heeft dat, zal maar zeggen, geconstateerd bij die persoon. Dus ja, okay, diegene was gewoon zoekende en die dacht eerst, ik ben lesbisch. En toen kwam ze uit de kast en toen was het... Dat vulde niet wat zij van binnen voelde. En daar heeft ze heel veel gesprekken over gehad. En uiteindelijk is er dan bij haar geconstateerd dat zij non-binair is. Ik zeg nou even haar, maar dat... Ja. Yeah. Dus iets in de opwelling van... Nee, zeker niet. Kijk, zeker niet dat voorbeeld. Maar ik denk dat er, wat ik dus wil zeggen als pubers... Ik kan me voorstellen als je in een bepaalde vriendengroep zit en je denkt van... Oh, die is dit, die is dat...
En je weet misschien ook niet goed allemaal zelf wat je voelt. Ik bedoel, ja, als je als jongen bent geboren, je vindt andere jongens misschien ook wel interessant, maar toch meer van meisjes of zo. Weet je, mij boeit helemaal gereed, whatever je wil. Alleen, ik heb het gevoel dat mensen het gevoel krijgen van, oh, ik moet er misschien een beetje bij, dus ik moet een beetje kiezen en ik moet een beetje, daar ben ik een beetje bang voor, dat kinderen al vrij vroeg, ook omdat, dat is ook zo'n topic, ja. met echt lichaamsveranderingen, weet je wel. Echt chirurgie, weet ik veel wat. Voor kids onder de 18, dat ik echt denk van, nou, dat vind ik heel heftig. Maar ja, als iemand echt niet comfortabel in zijn lichaam zit, oké, maar je moet wel echt... Zegt over, weet je wel, dat als je in een groepsverband... Ik bedoel, dat is hetzelfde met hetero zijn en zo. Ik bedoel, ik ben op mijn 20ste pas uit de kast gekomen. En dat heb ik pas gedaan, omdat iedereen in mijn vriendengroep, toen de tijd, op basisschool, middelbare, mm-hmm. hetero is. Je gaat met hetero's om. Ik wist het niet. Of ja, nee. Dan word je ook heel erg in dat hokje gezet, omdat je niet beter weet. Dus waarom zou dat niet mogen in dezelfde hokjes als mensen die misschien wel non-binary en dan weten op vroege leeftijd dat ze dat zijn. Want ik wist het wel, maar ik ga alleen met hetero's om. Dus ja, hoe moet ik het weten? Het is heel geaccepteerd om in een hetero groep te zitten en dat een beetje het gepush vanuit vriendengroeps van, oh, lekker met de chickie, weet je wel, en dat soort dingen, als man zijnde. Mm-hmm. Maar er wordt nog heel raar naar gekeken als het dan in een groep zit inderdaad met mensen die al vroege leeftijd weten dat ze bijvoorbeeld gay of lesbisch zijn, dat je in die groep zit en dan is het opeens gepusht naar een andere voorkeur, terwijl ja, dat is gewoon niet zo. Je kunt hierover wel informatie vinden online. Want er zijn wel inderdaad ook gevallen van mensen die dan transgender zijn. En dan na een paar jaar erachter komen dat ze toch wel... dat ze dan weer terug veranderen willen. Dat ze die transition weer om willen zetten. Zo, dat lijkt me heel heftig. Het is niet zo dat niet gebeurt of zo. Dat is wel aan... Ja. Nee, maar kijk, ik snap, je hebt alles. En ik wil ook niet bagatelliseren voor de mensen die... Er zijn er heel veel mensen echt serieus hier heel erg wel overwogen keuze hebben gemaakt. Dus ik wil echt niet doen alsof iedereen maar even met de trend meegaat. Maar ik denk wel dat er toch... Ja, er zullen vast wel mensen meegaan met die trend en zichzelf zo veranderen en zo'n andere levensstijl aanpassen dat denk ik heel desastreus kan zijn voor later. En inderdaad, dan moet je nog terug. Dat lijkt me echt heel heftig, hoor. Maar goed, nou ja, en het is lastig. Ik denk ook dat niet iedereen even goed toe in staat is om dit soort info keuzes te maken. Kijk, ik heb sinds kort een dochtertje en ik heb het ook met Isabel erover gehad. Ik zeg, ja, weet je, dat is tegenwoordig nu allemaal, weet je, wat is je kind, weet ik veel, zus en zo. Maar ik heb gewoon tegen Isabel gezegd, luister, we gaan haar niet opvoeden als, we gaan gewoon, het is helemaal neutraal en ongeveer op je 18 of zo, dan zoek het maar zelf. Want ik wil ook gewoon dat ze gewoon een houvast heeft. Ze is gewoon een vrouw, het is een meisje en dat is wie zij is. Kijk, uiteindelijk als zij zelf iets voelt of weet ik veel wat, ja, dan moet ze dat... Maar dat is, ik denk ook dat ook weer een ander keerpunt kan zijn met dat je kind... zoiets even van, ja, maar wat ben ik eigenlijk? Ik heb een identiteitscrisis, want er is zoveel waar ik uit kan zien. Wat ben ik? Ik denk soms dat heel veel keuzes geven, dat is ook lastig. Ja, maar ja. Maar goed. Dat is mijn... Kijk, ja. Ik heb eigenlijk... misschien is dat een beetje hetzelfde visie als Morog. Als in, joh, luister, volgens mij kan je best wel gewoon standaard of jongen of meisje zijn. En als dat op de een of andere manier niet past voor jou, nou ja, dan kun je gaan onderzoeken naar andere opties. Maar... Ik denk inderdaad niet dat we toegaan naar een soort situatie waarbij mensen al... Ik vind het ook niet heel raar dat als jij een piemel bent, dat mensen je in eerste instantie een jongetje noemen. Dat is in principe niet heel weird, toch? Ja. Nee, is het ook niet. Nee, je moet wel wat. Het is gewoon vanaf het moment dat je... Nou, het is gewoon eigenlijk vanaf het moment waar iemand gecorrigeerd wordt, wanneer het pas een beetje naar het extreme toe gaat. Want er zijn dus inderdaad mensen die dan... hetero zijn, noem het maar ons, die het hele concept niet willen begrijpen van iemand die liever als man zijnde vrouwelijk genoemd wilt worden, al zien ze er nog als man uit. En dan als mensen daar heel moeilijk over gaan doen en expres, weet je wel, gaan aanspreken, zo, dat is een beetje waar de issuepunt vaak ligt over zulke situaties. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik vind, weet je wel, als het je ding niet is, of als je er zelf, maar dat heel erg, zeg maar,
bewust, je merkte dat ook gisteren met het Songfestival, daar ga ik echt heel slecht op. Als mensen dan bewust bijvoorbeeld Nicki gaan misgenderen, weet je wel. Terwijl iedereen gewoon door, iedereen weet, zij is een vrouw. Respecteer dat dan ook gewoon. En ga dan niet een beetje, weet je wel, ga dan niet tijdens zo'n avond een beetje denken stoer te zijn door een beetje door haar te misgenderen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat persoonlijk heel zwak. En... Maar dat zegt toch meer over die mensen, want zij is in alles gewoon vrouw. Ja, je ziet het ook. Het is een vrouw, toch? Daarom, maar ze is ook een vrouw. Ze heeft een vagina. Ze voelt zich vrouw. Dan ben je toch gewoon een vrouw? Ja, maar dus, mensen vinden het dan nog steeds leuk om daar dan grapjes over te maken. Zodat ik denk, ja, dat is ook weer niet nodig, weet je wel? Je hoeft niet meteen van mij... Het was eigenlijk niet dat iemand zijn nog had verteld, dan had niemand het geweten. Het feit dat ze, kijk, dat dat met die dat ze geëxposed werden, dat is heel erg triest. Maar dat maakt haar nu niet een mindere vrouw. En ik vind het gewoon, ik lees te veel Facebook comments. Daar moet ik echt mee stoppen. Ja, of Twitter. Twitter is echt heel erg. Ik sta op. Want zij had dan ook haar jurk van het Songfestival. Had ze dan de Pride flag en die steentjes opgewerkt. Super mooi. Alleen dan krijg je dus zoveel nare comments van mensen die haar man noemen. En dan denk ik van ja, maar. Ze is toch gewoon een vrouw? Waar hebben we het over? Kom op, zeg. Ja, maar je ziet het nu ook weer in chat gebeuren. Ja, ik vind het gewoon laag. En het getuigt ook niet van heel veel intelligentie, vind ik. Ja, maar dat klopt. Je bent een vrouw van vrouw. Weinig inlevingsvermogen. Weinig empathie. Ja. Ik wil nog één ding zeggen, want iemand zei in de chat van... dus je dochter mag haar identiteit niet bepalen voor haar 18e. Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik vind juist dat ik hopelijk met mijn dochter zo'n relatie kan opbouwen... dat ik gewoon op een gegeven moment op een goede leeftijd... met haar gewoon rustig erover kan praten van... hey, dit en dit is aan de gang in de wereld. Van, hey, hoe denk jij daarover? Hoe voel jij je hierbij? Je bent een meisje. Ik bedoel, dat is wie je bent. Maar weet je, hoe voel jij? Of in ieder geval, hoe kunnen we dat ik er gewoon met haar over kan praten? In plaats van het canvas blanco te houden. En dat mijn kind in een of andere identiteitscrisis komt. Van, ik weet eigenlijk niet eens wat ik ben op mijn 10e. Dus ja, dat wil ik gewoon niet. Ik wil wel dat er een basis is. Maar ik doe het nu mij, ook. Ja, maar er is bij mij altijd, bro. Maar ik wil gewoon zo'n relatie wil je gewoon met je kind. En dat zal jij dan ook hebben. Van, dat zeker, je man. Met elkaar over alles kan praten, man. Gewoon over alles. Ja, doe ik nu al. Hij is 9. Ja, ik praat alles met hem erover. Hij is 9. Ik praat over drugs. Over, hij kan op mannen vallen. Oh, jij gaat tegelijk... gesproken. Maar ja, dat is wel hoe het moet. Weet ja, je, ik doe het nu al. Jawel, hij is 9. Ik praat met hem erover. Dat heeft te maken met omdat er gewoon best wel veel dingen gebeuren. Ook in de wereld ook, weet je. Dus ik probeer hem echt daarin sterk in zijn schoenen te staan. Ik heb ook tegen hem gezegd, als je later naar school gaat, je kan ruzie krijgen, dit kan er gebeuren. Ja, hij is 9. Ik doe het nu al. En dat heeft te maken ook met seks of wat dan ook. Ja, ik praat overal met hem erover, man. Ja, zeker. Dat doe ik echt. Ik vind dat ergens wel heel goed. Want ik hou heel erg van mijn ouders. Alleen we zouden het niet bijvoorbeeld over drugs kunnen hebben. Want dat is echt een taboe. Terwijl ik wel voorstander ben van dat je het daarover hebt met je ouders. Of met je familie. Want ja, misschien wil je het ooit gaan gebruiken. Maar dan kun je wel gewoon weten wat de risico's daaraan zijn. En wat het gevolg is. En, leg ik hem ook uit, hè. Ik heb ook tegen dat zeg ik ook, weet je, van dit doet het, dit is wat er gebeurt. Het kan zijn dat je op mannen valt, weet je, want hij trekt helemaal totaal niet naar de meisjes toe. Hij speelt er wel mee, maar je ziet niet, zeg maar, vriendje, vriendinnetje, zeg maar. Dus ik zeg, nou, jongen, het kan ook wel zijn dat je op mannen valt. Nee, pa, nee. Nee, ik zeg, maar ik vraag het wel, weet je. Dus het, je laat het wel zien dat het er wel is, weet je. Dus of het nou wel zo is, ja, ik neem hem sowieso. Het is je kind, toch? Dus het maakt niet uit wat welke keuze die neemt. Dus ik bedoel, dat maakt het wel zo. Mijn moeder zei altijd precies hetzelfde. Die zei zo van, hé, als je vrouwtjes valt, dat mag gewoon. Hè? En ik zal nog steeds evenveel van je houden. En ik zei, nee mam, ik val niet op vrouwen. Maar toen mannen. En toen kwam ik aankakken op mijn 20e. Hé mam, ik val zowel op mannen als vrouwen. Zegt van, ja, dat wist ik al. Ik zei, oké. Maar uit de ouders zijn, dan zie je het ook wel hoor. Kijk, ik heb dan zo mijn zoontje en ik heb in mijn familie zijn ook allemaal kinderen, weet je. Je ziet echt wel, ik heb bijvoorbeeld een nichtje, weet je. Dan zie je gewoon van, ja, weet je, draag jongenskleding, dat soort dingetjes. Dus je ziet het wel een beetje aankomen, toch? Dus dat is het ook wel weer een beetje. Je ziet het gewoon. Weet je wat het is? Ja. Toen ik in groep 5 zat, hoe oud ben je dan? Dat weet ik niet precies. Maar toen heb ik ook, toen dacht ik, ja, 9. Dus dat is een beetje zo oud jouw zoon is.
ik wilde alleen maar voetballen en in bomen klimmen. En weet je wel, door de modder banjeren en zo. Toen heb ik ook geroepen, ik wil veel liever een jongen zijn. Want dan hoef ik niet met de Barbies te spelen en zo. Dus op dat moment was ik echt wel een beetje meer een jongensmeisje. Terwijl als ik nu naar me kijk, dan hou ik van koken en huishouden doen. En allemaal van die girly dingen. Dus ik ben wel echt, ik weet zeker dat ik een vrouw ben van binnen en van buiten. Maar op dat moment, ja, je bent een kind. Maakt jou ook niet zoveel uit. En dan roep je van, ik wil een jongetje zijn. Nou, als mijn ouders dat serieus hadden genomen, dan had ik dadelijk al aan de hormonen gezeten of zo. Ja, dat zou wel dat heel vind erg ik dus, zijn. Dat vind ik dus heel erg, ja. Kijk, dat je... Ja, dat zou ik... Ja, maar ik denk dat het ook een beetje een soort doemverhaal is, hoor. Er wordt wel vaak geroepen van... Ja, en kinderen gaan zomaar aan de hormonen. Maar volgens mij gaat daar echt zoveel gesprekken gaan daar aan vooraf. Ik denk dat het vaker in gebeurt... In de tijd van Mattia, dat is wel... Kijk, dat is alweer... Mattia, hoe oud ben jij? 29. Kijk, dat bedoel ik. Dus dat is al heel lang geleden, jongens. Dat zijn 9 was. Met alle, nee, hoezo bij jou? Geleden, dat is 20 jaar geleden. Was een hele andere wereld. Dat klopt wel, hoor. Sowieso, dat was een hele andere wereld. Ik bedoel meer van, het is nu op zo'n... Dus misschien als jij nu iets hoort van je kind... Oh shit, ja, misschien moeten we nadenken over dit of dat. Weet ik veel. Dus heel veel mensen kunnen dat hebben. Ze kunnen dat hebben in die tijd... Bro, in die tijd dacht niemand daarover na. Dat was gewoon, in die tijd was het heel normaal. Ja, het is man of vrouw en that's it. Het nu, of je het nou wilt of niet, je gaat er toch over nadenken. Of je het nou wil of niet. Mm-hmm. En dat is wat Shores ook zegt. Daar ben ik het mee eens, man. Ik denk wel dat je je kind daarvoor, niet dat die gedachtes verkeerd zijn, maar wel moet beschermen in datgene dat er niet te snel keuzes worden gemaakt van wat je hele leven in één keer drastisch verandert. En als dat uiteindelijk wel datgene is wat iemand wilt, ja, dan is dat zo. Maar ik denk wel dat daar wel een soort traject in moet komen van... Oké, weet je, van weet je, zus of zo. En niet van, top, nou, ze hebben twee keer gezegd. Nee, maar dat is er ook. Dat is er ook echt. Ik denk dat het in Nederland echt vaker voorkomt... dat kinderen die hormonen willen en ze niet mogen dan andersom. Denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dat is waar. Zeg maar. Nou ja, goed. Maar overigens, die dingen die ik net zei, dat zijn natuurlijk... Meisjes kunnen ook gewoon in bomen klimmen en zo. Maar 20 jaar geleden, als je met het autootje speelde en niet met de Barbies... dan werd gewoon gezegd, je bent een jongetje. Ja, daar kan ik ook niet aan veranderen dat gezegd werd 20 jaar geleden. Nee, en daarbij, ik bedoel, chat houdt ook altijd van haten op ieder woordje wat je zegt. Hè. We zijn hier gewoon een beetje een gesprek aan het voeren. En we zijn ook allemaal geen experts op al deze onderwerpen. Hè. We hebben het er gewoon over. Dat vergeten mensen soms ook nog wel eens. Denken, ja, jullie zeggen iets in die talkshow, dus je hebt het niet gefactcheckt. Het is niet waar. Ja, we zitten hier niet als wetenschappers. We zitten hier gewoon een beetje als streamers die slappe ouwe horen, toch? Onthoud dat wel. Je moet niet vergeten, de zondag in Daniel's talkshow, met alle respect, chat, ik hou van jullie. Maar kom, jullie zijn wel een beetje gek. Beetje mafjes wel. Beetje mafcases. Morog, wat ga jij de komende tijd allemaal streamen doen op twitch.tv/morog? Ik ga een hot tub chillen. En subatons. Nee joh, ik weet het allemaal niet, joh, bro. Ik even kijken, zal ik even mijn agenda kijken? Ik heb volgens mij 15 campagnes staan. Nee, ik weet het niet. Maandag reclame voor Samsung. Dinsdag Knockout City. Woensdag. Knockout City? Nee, die had ik afgewezen. Ik had het te druk met anderen samen. Maar goed, ik ga weer naar de kapper, bro. Oh? Dat is wel, het is wel nodig. Mijn baard doe ik zelf, maar de bovenkant moet wel even goed gefixt. Oh, maar je vroeg streamen. Ik ga gewoon lekker. Oh, ik ga Resident Evil spelen, man. Echt serieus. In combinatie met horror games. Ja, het is vreselijk, man. Eigenlijk vind ik het niet eens een leuke game, maar ook weer wel. Want het is echt ziek eng. Het is echt heel eng. Dus, ja, ik heb hem wel, maar ik heb hem nog niet geprobeerd. Echt goede game, sick, wel. Man, bro. Ja, is het echt jumpscare eng of is het gewoon een creepy vibe? Ik kom wel voorbij, maar het is vooral een vibe, hoor. Vibe, ja. Okay, ja, er zijn jumpscares. Nou, er zijn flink wat jumpscares, dat wel. Maar het is wel gewoon een classic Resident Evil met puzzels, met echt een storyline. Ik speel hem niet, hoor. Nee, niet bellen, man. Snoep, dat raam, morgen. Gozer, kom jij gewoon even hier bij mij, gaan wij hem samen even uitspelen. Hey, luister, ik weet niet. Dani heeft ooit één keer een clipje van mij gedaan. Ik heb hem verwijderd. Die was echt zo vaak bekeken. Die was van Resident Evil. Hey, man, dat was toen de grote kader uitkwam. Doe jij hier zo de pleuris? Nee, man. Ik schaad echt serieus. 3 kleuren bagger, man. Ik zeg het je eerlijk, man. Ja, man, mij niet bellen, vriend. Maar weet je, dit is... Als ik...
ik heb echt zo'n grote megascherm. Dan is het donker. Ik zit er middenin alsof ik het echt speel. Hé, hey, gaap. Ik heb de laatste was een game, jongen. Ik kreeg het gewoon naar mijn hart, man. Nee, man, dus ik ben gestopt. Oh, gestopt. Ja, maar dat heb ik ook, man. Ik heb het ook wel eens gehad, hoor. Resident Evil, dan voel ik gewoon zo'n pijn in mijn rug en mijn schouder. Ik heb dat gehad met Alien Isolation. Een pacemaker of zo, die de stuip trekken. Als ik het ooit ga doen weer, ga ik echt zo'n hartmetertje, weet je, wil ik dan wel zeg maar aan hebben staan. Dat, als het echt te ver gaat, dat mensen zeggen gewoon die stekker die eraan moeten trekken, want dan gaat het niet goed. 100%. Klopt, man. Klopt, man. Hartmeter, penispomp, nice. Twitch.tv/morg. Jill, wat ga jij allemaal streamen de komende tijd? Beat Saber. Dat is eigenlijk het enige wat ik stream. Beat Saber, nice. Ja. Yeah. Ik ben een maand. LR99 in de chat eruit. Dus volg mijn zusje even al. De gast. Wat een fan. Duidelijk. Oké, helder. Ja, dat was het, I guess. Oké, twitch.tv/DangerEmpire. Mattia. Ik ga meer IRL streams doen, want daar ben ik achter gekomen tijdens mijn subathon dat ik dat echt super leuk vond en dat het eigenlijk ook heel makkelijk is om te doen. Het is altijd makkelijker natuurlijk om te gamen, maar ja, dat vind ik niet, hoor. Nee? Oh, ik ga liever, ja, dan kan ik gewoon verstand op nul en lekker gamen een paar uur lang, maar nee, we gaan even op pad. Wat we nog gaan doen, weet ik nog niet. Okay. Maar hoezo vind je van niet, Daniel? Als ik nog even snel die vraag... Nou ja, gewoon omdat IRL kan je gewoon je leven leiden. En oh ja, je hebt ook nog een stream erbij. En anders ben je echt aan het streamen, als je begrijpt wat ik bedoel, toch? Kijk, bijvoorbeeld van de winter toen... Kijk, nu is er geen moer te doen, maar van de winter toen we gingen schaatsen en zo. En hier een beetje het ijs op. Oh ja. Ja, dan is die stream letterlijk gewoon een soort karretje wat je achter je aansleept. En dan gebeurt het gewoon. Terwijl anders moet je er echt voor gaan zitten en tijd voor nemen. En dan ben je echt aan het streamen. En nu ben je gewoon je leven aan het leiden. En oh ja, er is ook nog een stream. Zo bedoel ik het. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ah, niet helemaal toch, bro. Je bent toch wel even op een iets andere vibe. En tuurlijk. Alles. Maar ik moet wel zeggen dat als je het wat vaker hebt gedaan, IRL, ja. Op een gegeven moment wordt het echt wel gewoon een soort van... Oh ja, dat heb dan ik ook nog voorbij. Ja. Back in nature. Ja. Hoe dan ook. En, ja, dat ga ik dus doen. En waarschijnlijk meer huishoud-TikToks opnemen. Want dat gaat helemaal sky high. Ik weet niet wat dat is, maar ja. Dat je staat te swifferen en zo. TikToks. Ja, nee. Ik had vandaag dus een TikTok erop gezet dat ik mijn wasmachine inladen en aanzetten. En zelf vind ik dat heel chill om te kijken. Een soort ASMR. Die geluiden vind ik heel chill of zo. Ik heb nooit iets met ASMR gehad. En dat kijk ik dus heel veel op TikTok. Dus ik dacht, ik ga zelf ook zo'n TikTok uploaden. En ik dacht superveel. Volgens mij hebben we wel 200 volgers erbij gekregen op een dag. Nou, ik ben helemaal niet populair op TikTok of zo. Dus ik vond, ja... Dus dat hoe heet je op TikTok? Mattia. Mattia Aap. Mattia Aap. Hoe vaak worden de TikToks bekeken dan? Nou, ik ging mijn pot Vanish ging ik dan in een andere pot doen. Ja. die heb ik letterlijk content. 5 uur geleden geüpload. Die heeft nu 42.000 views. Ja, bizar. Ik moet wel zeggen, vorige week hadden we hier een expert TikToker in deze show. En die zei nog na afloop, die zei ja, er is wel één ding gaande met dat algoritme. Dat als je account net nieuw is, dan word je heel hard gepusht. Niet net nieuw. Oh. Want ik doe heel veel Harry Potter erop. Nou, dat krijgt allemaal geen views. En nu vandaag ineens, Doe je ook aan aanvragen? Ik zoek nog heel lang zo'n geluid van een stofzuiger op zo'n schrapende betonvloer. Zonder grappen. Oh. Dat klinkt echt chill. Wat is mis met jou? Oh, dat kan ik wel. Dat kan ik hoezo? Wel is fucking chill, man. Zo'n stofzuiger die over zo'n betonvloer beukt. Eerlijk. Dat is jouw ASMR. Maar ik denk met die... Serieus. Dat TikTok-algoritme kan niet kloppen. Met die stofzuiger zakgeur. Je weet toch wel? Die zak. Zak. Die muffe hondenhaarlucht. Ja. Die is sick, bro. Ik zoek... Daar moet je de parfum van uitbrengen, man. Nee, dat bestaat. Heb je Femke gekregen laatst van de kijker? Ja. Er bestaat stofzuigerparfum. Die doe je voor dat... Muf ruiken. Oh ja. Rot op. Ja. Oké. Okay. Bestaat. Die doe je voor in de zak. Ja. Twitch.tv/Mattia. Daar vind je het allemaal. Fems.
Ja, ik mag het niet meer over het Songfestival hebben, dus... mag wel, maar het is niet meer heel relevant. Het is niet meer heel relevant, nee. Nee, ja, het klinkt gek, maar ik wil weer wat meer gaan gamen. Ik doe heel veel filmpjes kijken en zo, maar ik wil gewoon weer de echte gamer worden. Dus ja, misschien heb ik wel leuke games op. Morgen GTA, toch? Ja, GTA roleplay zo. En ik ben nog steeds aan het oefenen voor met DJ'en. En dat wil ik volgende week ook weer gaan doen. Ja, dat dus dat gaat ook wel goed. Ja. En Just Dance. Lekker. Ik wacht echt nog op mijn Just Dance Rivals. Ja, ja. Je bent uitgenodigd. Ik wil het al organiseren, hoor. Ah, dat. Nee, gewoon Twitch Rivals. Oh, dan ben jij, jij bent onze hoop dan, toch? Ik bedoel. Ja. Dat zijn onze wel inzending. Europese kampioenschappen van Ubisoft Sick. Zelf. Dus, maar door de corona is dat niet meer gegaan. Ah, ja. Maar ik wil me best wel een keer opgeven ervoor. Wanneer gaan we 1v1 Beach even doen, Fems? Oeh. Heb je ook gespeeld vroeger, hè? Ja, ja, is goed. Hou ik je aan. Ja, ik doe mee trouwens. Ja? Is goed. Lijkt me leuk, ja, zeker. Iedereen op de Beat Saber. Twitch.tv/Fems. Lisa. Ja. Wat ga jij op streamen? Ik stream eigenlijk altijd Apex. Apex Legends. Schietspelletje. En ja, helemaal leuk. En ik doe ook veel Just Chatting. Ik heb een hele leuke community. En mijn chat is eigenlijk altijd gewoon heel gezellig. Dus dat hoort ook wel een beetje bij mijn Twitch-kanaal. Dus ik denk dat wel iets wat je van mij kan verwachten. Ja, gezellig. En ja, twitch.tv/LisaVB. Even followtje erop. Wanneer ben je weer live? Morgenmiddag. Nice. Oké. Okay. Thanks. Nou, komen we even kijken. Snoeter. Hey, ja, nou, ik ben nog nooit zo rustig geweest, man, op Twitch, denk ik. Ik ben een chaos streamer. Bij mij is altijd één gekkigheid. En ik speel GTA morgenmiddag. En ja, liedje gezellig. Chaos, gekkigheid. Kom gezellig kijken. En als je niet wil, dan rot je maar op, zeg ik dan. Nee, geintje, was gewoon een grapje. Zo ben ik gewoon. ik haal gewoon van gezelligheid. En kom je niet. En is het ook prima. En dat is het. Dank voor het opsturen van het shirtje nog, Snoeter. Ja, zeker, man. Ja, hij sowieso. Is sympathiek. Ik dacht, als er een gelegenheid is om hem te dragen, dan is vanavond natuurlijk is dit het moment. Heb jij bij je. God. Hoe heet je in RP? En ze speelt Lotus. Ik speel Lotus en ik heet gewoon Snoeterpoeder. Ja, okay. Dus ik speel gewoon echt één op één. Misschien kom ik je wel tegen. Oeh. Zeker leuk. Ja. Leuk, man. Gezellig. RP. 100%. Lekker. Twitch.tv/snoeterpoeder, als je daar nog niet bij was. Sjors. Ja, ik ga deze week weer een kookstream doen met mijn moeder. Dus dat wordt leuk. Geen idee wat we nog gaan maken. Italiaans. Italiaans. Oh, zou maar kunnen. Kookstream, ik denk, die gaat ook slapen. Nee, niet zo'n kookstream met mijn moeder. Standaard, ja. Ik denk er zelf nooit over na, maar goed. Ik wel eventjes op. Ja, nee. Kookstream met je die collab kan misschien nog een keer komen, wie weet. Maar nee. Maar ja, dat dus. En verder, Biomutant, het nieuwe game, komt uit. Dat ga ik morgenmiddag even checken. Dan mag ik al een uurtje spelen. Heel tof. En jullie hebben het over DJ, maar je hebt ook een DJ-game, Fuser. Echt een aanrader trouwens. Super vet van de makers van Guitar Hero. Dan kan je dus elementen van verschillende nummers, bestaande nummers. Dus de beat van, weet ik veel, ik noem even een nummer, Dua Lipa, Don't Start Now, onder de basslijn van Seven Nation Army. Weet je wat, super vet hoe je dat allemaal kan mixen. Echt een hele chille game. Fuser, Fuser. Okay. Dus echt tof gedaan. Dus ja, dat een beetje spelen. Nee, dat niet. Nee. Oh, en Miitopia. Miitopia is ook leuk. Met de community allemaal Mii's gaan maken en dan iedereen een rolletje geven in de game. Dat is echt lachen. Dus, mag je dat streamen, Fuser? Ja, ik doe het wel eigenlijk. Ik weet niet, Fems, jij doet ook gewoon Just Dance, toch? Maar jij en DJ jij sets. Ik mag je antwoord geven van mijn advocaat op deze vraag. Maar verwijder jij je streams, ja? Hè? Ja, ik verwijder de volgende. Ik doe dat dus niet. Maar ik heb echt nog nooit, en ik moet even afkloppen, maar ik heb nog nooit iets gehoord ervan of zo. Je kan tegenwoordig, om daar zonder het meteen weer helemaal op te willen rakelen, je kan tegenwoordig in je dashboard als creator, kan je precies zien hoe je ervoor staat qua waarschuwingen. Dus je kan precies, in je, gewoon bij je video, hoe heet het, je content manager. Daar staat nu creator dashboard. Ja, als je naar creator dashboard gaat. Ja. En dan naar content video producer. Dan staat daar copyrights and your channel. You have 0 copyright strikes on your channel. If you accumulate 3 copyright strikes, your account may be terminated. Ja, klopt. Met de nadruk op.
maybe, ah joh, ja, dat zien we dan wel weer. Ja, ik heb ook nog geen, dus ja, chill. Dus zolang je daar nog een nul hebt staan, kan je nog redelijk uitleven. Ja, maar ja, dus veel streams deze week. Jeetje. Lekker. Twitch.tv/CJSEM met S-E-J-E-C-E-M. En anders dan ga je toch even lekker kijken bij Jordi Warners met zijn René LeBlanc trui. Ja, toch? Ja, toch. Ja, ik ga eerst even vanavond wat Poolse hot tub streams kijken. Oeh, ja. Maar nee, ik ga lekker motorstreampjes doen weer deze week. Ik ga een vriendenweekendje naar Ameland aan het eind van de week. Lekker. Ik denk dat ik daar ook op de motor naartoe ga vanaf Hilversum. En verder gewoon lekker chillen vanuit de studio. Ik hoop dat het wat beter weer ook wordt. Want dan kunnen we de in real life backpack ook wat vaker meenemen naar buiten. Dus dat eigenlijk. Ja, nou ja, lekker. Ja. Ga eens een keertje kijken bij Jordi als je dat nog niet had gedaan. En sowieso bij alle gezellige streamers die vanavond in deze talkshow zaten. Dank jullie wel allemaal. Ik vond het gedaan. Ik vond het leuk. We hebben ook veel onderwerpen besproken. We zijn ook wel een beetje uitgelopen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Volgende week zijn we er weer. Mijn dank gaat uit naar Morog, Jill, Mattia, Fems, Lisa, Snoeterpoeder, C.A.S.M. en Jordi Warners. En bis nächste Woche. Doeg! Doei! 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 Doei!